Ah, voilà. C'est à moi, là, ça c'est Tony Flot. Eh? Tony Flot. Nee, maar ik ben niet. Huh? Ja, ze zijn gisteren nog binnen geweest, maar toen was al een vals alarm en nu vandaag weer. En ja, het is al bezig. Oei. Oei. Hij tier die uitpseerde. Ja, dat is goed. opa, Alain. Ja. Dus, wat ik heb nu nog iemand te mis, Carlo. Burton, ja, ik heb nog... Van Buri, ja, ik heb nog... Komt. Dag Carlo, in verband met Brecht, hij heeft de druk op het werk en zal normaal later inpikken. Ja, dat kan zijn. Oké, okay, super. Is Francis binnen? Francis? Nou, niet goed afgezien. Francis! Dominique Wendels? Ik zie er maar vier beeldjes, hé. Waarom een zaal? Lien is juist te laat wie het was, hier. Lien, ja. Dat ze in het zorgbedrijf en verhoringen zat, die wat doet verloren, man. Mm-hmm. Dus ze zal het om straks in pijn. Rita Esther. Rick van Nabele. Is Rick er? Nou, niet hoor. Hij die kwaal is. Rick Esther dan niet. Maar Rick is soms een keer louter, zeker? Ja. In zijn werk ook. Ja, dat kan. Louis? Is Louis er al? Ja, ik voorzie Rezien. Philippe Lenny? Ja. Ja, oké. En Gwenny? Yes! Gisteren toegekomen. Sorry. Dat kom overtuigd. Ja, goeienavond. Love and clear. Ja. Dus ik wijs van het college dat nog enkel Francis en Dominique staan, en Jan en Lien ook. En ja, maar Lien, kom later in, hè. Ja. Zie je verwijderd. En ik ben er, voorzitter. Ja. Ja. Ah. Francis. Lien en Brecht. We hebben nog vier tekort. Dan weet je wat? En Dominique? Oh, ja. Ja, Dominique hebben we tekort. Ik ben er. Ah, Dominique. Ah, oké, okay. Ja. Dominique is er, ja. 19:33, hebben we zo'n beter staat niet. Want het weer is lang duren of de keer ervoor, de twee keer ervoor. Dat is dan een lichte hint. Nu, in elk geval... Beetje start, zo ga ik het tellen, ja. Wil je eerst... En Willy nu op binnen, joi. Ja, Willy op binnen. Ah, ja. En heeft ons een dag orde gevonden? Nick? Ik heb een dag orde gevonden. Ja, Carlo. Ze hebben gestart. Ja, ik heb dat namen gestart. Ja. Hela, Rita. Ja, maar ik ook wel. Kijk. We zijn al 43 minuten start. Kan dat, Nick? Nee, ik heb dat juist gezien. Ja, ik heb dat ook gezien. Nick Verstraeten heeft opname gestart. Ja. Stel je rap 44 minuten? Kan ja, maar wat? Moet het maar ja, wat van een band. Ja. Goed. Toen ga ik het met Herm DL, nee? En dan kunnen we starten. Ja. Ja. Ik wil iedereen een goede avond wensen, naar gekomen op onze vergadering van deze gemeenteraad. En dus zoals ze zegt al, Brecht van Buri en Lien pikken later in. Maar ik wil aan u allen eerst vragen of dat er nog opmerkingen zijn bij het verslag. Het is ijzig stil, dus Carlo, ik denk dat dat perfect is. En dan... Beginnen we met de dagorde. Punt 1. Ons wordt gevraagd om de politieverordening die de burgemeester opmaakte te bekrachtigen. Zowel voor deze gemeenteraad of de OCMW-raad. Burgemeester, ik weet niet of je dat er nog meer wil uitgebreid uit te doen. Ja, misschien nog heel kort. Ja, doen we. Dus voor deze maand was de uitnodiging al vertrokken. Plus waren de maatregelen nog in die van die beperking tot 20 personen op samenkomsten. Vanaf 1 uur gaat dat vermeerderen naar, in de meeste gevallen, naar 50. Met inachtneming van een aantal maatregelen. Dus dat is de bedoeling om vanaf juli... opnieuw onze gemeenteraad fysiek te kunnen laten plaatsgrijpen. Ook de raadscommissies. En voor de dat doet ons plezier. Ja, en voor de mensen die in de politieraad zitten, normaal gezien is er geen politieraad in juli. Ja. Tenzij dat er nog dringende zaken zijn. Ja, nou.
Prima, bedankt. Ja. Dan gaan we naar punt 2. En dat betreft het stadslandschap Leien en Schelde. We sluiten, of we zouden graag de afsluit maken van de legislatuurovereenkomst 2025. Schepen naar het wat dat toe legt. Ik hoor hier iemand wolle kanten babbelen. Ja. Wat dat niet aan kunnen. Ik weet niet van waar dat komt. Wel, iedereen die niet babbelt, zijn een micro overaan, alsjeblieft. En tu. Dat is, Carlo. Carlo, ja? Als ik het laatste kom, zul je het scherm groter kunnen zijn? Ja. Ja. Ja, dan nog niet beter. Oké, okay, dat. Voilà, zie. Is het goed? Rosan? Dan nog kleiner ben ik. Dat is ja, zo goed. Ja, goed. Dat goed, dank u. Ja. Schepenaert, zijn u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is zo dat uit de provincie West-Vlaanderen samen met Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten extra in op landschap en al zijn facetten. Daartoe werd stadlandschap Leien en Schelde opgericht en in de gemeenteraad keurde dat goed in 2015. De projecten zijn op 5 vastgestelde actiedomeinen, der landschap en natuur, der landschapsrecreatie, streekeigenheid, streekeducatie en communicatie. Het is zo dat die samenwerking even in de frigo gezeten heeft, wegens geen coördinator binnen het stadlandschap in 2019. En nu zijn ze terug, dat terug op de rails gezet. Het is zo dat dan de steden en gemeenten van het stadlandschap Leien en Schelde een overeenkomst voorgelegd wordt, die de meerjarenbeleidsplanning van zowel provincie als gemeenten volgt. Dat klopt ook volledig. En we zitten, de stad Haarbeke zet al lang in op natuur- en milieueducatie en bescherming en ontwikkeling van biodiversiteit, zowel met eigen middelen als met middelen van stadlandschap. En vanaf 2021, dus nog niet dit jaar, maar volgend jaar, wordt jaarlijks 0,2 euro per inwoner gevraagd voor die samenwerking. Het stadslandschap krijgt aansturing vanuit een initiatiefgroep en die heeft zowel politieke als ambtelijke vertegenwoordiging van iedere gemeente. En die komen 2 maal per jaar samen. Het is de bedoeling dat de middelen die we in het stadlandschap steken, ook terug naar de stad vloeien. Dus we hebben verschillende projecten die daar deel van kunnen uitmaken. En zoals dat je ziet, staat er een hele rij mogelijke projecten. Wij hebben er sowieso al een heel aantal in ons meerjarenbeleidsplan, dus dat wordt geen probleem. We hebben ook onlangs overleg gehad met het stadlandschap en we vonden toch heel wat overeenkomsten, dus dat wordt op zich zeker geen probleem. En dat werd ook toegelicht op de raadscommissie, de afgelopen raadscommissie. De gemeenteraad is bevoegd op grond van een restbevoegdheid. Alsjeblieft, voorzitter. Dank u. Ik had een sein gekregen dat Patrick hier een tussenkomst wilde opdoen. Maar secretaris, kan je al zeggen, of algemeen directeur, ik heb daar geen tekst nog van, dus die zul je nog moeten krijgen van NVA. Ze hebben alleen laten weten wie op welk punt zou tussenkomen. Dus ja. Patrick stond erop voor punt 2. Patrick? Ja, dank u, voorzitter. Wel, voor de schepen. We hebben ook in het verleden hadden wij een tal van projecten. Zoals bijvoorbeeld de trage wegenbordjes en de fietsbewegwijzeringborden. Wij weten dat die samenwerking met de stadslandschap zeer goed verloopt, dus wij gaan dat zeker ook goedkeuren. Maar ik had eigenlijk nog een beetje een bijkomende vraag van, gezien het gebied Huis te Bavikoven als kernaandachtsgebied ingeschreven staat, wat zouden hier dan, je hebt daar die lijst getoond met projecten die er kunnen, waar ik voor kan ingeschreven worden, zijn er al specifieke acties voor Haarlemmerke? Dank u. Patrick, eigenlijk bij het Groenpan bijvoorbeeld hebben we de Driebekengebied met de Hazebeek bijvoorbeeld erin. En daar zijn er wel al heel wat initiatieven die stroken met stadlandschap. Bijvoorbeeld, we zitten ook met het Hevelgroen, dat we ook in Bavikhoven en Oosten willen kijken met de straat dat erin afwerken komen. Allee, het zijn verschillende, de kleine landschapselementen natuurlijk, dat we verder willen ondersteunen en stimuleren. Ontharding zijn er misschien wel een aantal projecten die daar binnen zitten. Dus openbaar maken, inrichten van groen. Van de binnentuinen zie je dat staan, Patrick. Dat is ook in de toekomst toch de poging om daar op in te zetten. Maar onder andere de pastorietuin. Dus we hebben daar wel wat op de plank liggen die strookt met wat dat stadlandschap ook voor ogen heeft binnen hun doelstellingen.
We zijn er al specifieke projecten ingeschreven ook in de budgettering van... Hoeveel tuintjes staat erin? Ja, oké, dankjewel. Goeiedag, dan mag ik vragen of jullie met dit punt akkoord willen gaan. Akkoord. Ja. Akkoord. Vlaams Belang. Goedenavond. Ah, ja, akkoord. Goedenavond, iedereen. Ja. Fleur. Goedenavond. Akkoord. Akkoord. En CD&V. Goedenavond, iedereen. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dat is een unanimiteit. Dan gaan we over naar punt 3. Hier wordt gevraagd de ontwerpakte goed te keuren voor de kosteloze overdracht van grond langs de Hoogstraat door consorten Poulet de Houtin aan de stad. Thijs, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. De stad werd er inderdaad van op de hoogte gebracht dat er voor de woning Hoogstraat 6 nog een... particulier nog kadastraal eigenaar zijn van een strook voor deze woning. De strook is aangelegd daar als voetpad. Het betreft wellicht een restperceel uit een oude vervallen verkaveling waarvoor nooit echt de grondoverdracht geregeld is. En ze zijn ook bereid, de eigenaars, om dit over te dragen naar het stadsdomein op voorwaarde dat ze geen kosten hoeven te dragen. Dus dat is wel oké, omdat we eigenlijk qua zicht volledig in het openbaar domein zit. Het voetpad. En aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van kosteloze overdracht van onroerend goed ter goedkeuring voorgelegd, voorzitter. Dank u wel. Mag ik aan alle fracties vragen? Ik heb hier direct geen tussenkomsten staan. Akkoord. Voor nu via. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Voilà. Och, maar als we voor toen gaan, dan het zou goed gaan. Ik stap over naar punt 4. Inrichten verlaten kade aan de Vrijdomkaai met picknickbanken, goedkeuring lastenvoorwaarden, de ramming en de gunningswijze. We blijven met dezelfde schepen naar. Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad, voor de tijdelijke inrichtingen willen we inderdaad picknickbanken plaatsen op de verlaagde kade. We hebben uiteindelijk gekozen, je ziet daar drie aanbieders, voor picknickbanken met een boombak van Streetlife. Dat zijn ook dezelfde types als die er al zijn. We hebben een duurzame en monumentale lange termijn oplossing met zitcomfort, met hoge afwerking. En er is in het zitsysteem ook telkens ruimte voorzien voor een boombak met voldoende plaats voor rotte wortels. Dus we willen daar ook de kade wat opvleuren in die zin. De prijs ervoor is, dat kan je zien staan, dus in totaal is dat 17.580 exclusief BTW of 21.271 met. De plaatsing zullen we doen met de facilitaire dienst, we hebben dat ook al besproken en dat zal zeker lukken. En aan de raad wordt voorgesteld de technische beschrijving, lastvoorwaarden, raming en gunningswijze goed te keuren. Ja, ik heb een vraag voor twee tussenkomsten. Wout van de NVA, Wout Patijn, alstublieft, en dan ook Fleur. Ja, dank u wel. Thijs, wat we ook al besproken hebben op de raadscommissie, dat het zeer belangrijk zal zijn om eigenlijk die nieuwe hotspot eigenlijk in het centrum toch wel net te houden. Dus vandaar nog een keer de vraag om ook het vuilnisbakkenplan op de raadscommissie te brengen, de volgende keer als dat mogelijk is. Dus één, de handhaving zal belangrijk zijn, maar tweede ook de afvalverwerking. En misschien is het dan ook bijvoorbeeld interessant om bijvoorbeeld, ik weet niet of dat al het plan is, om bijvoorbeeld ook zo van die tegels in de grond te verwerken, bijvoorbeeld voor sigarettenpeuken ook. Of welke vuilnisbakken er ook precies komen, dat de vuilnisbakken zijn met verschillende sortering voor PMD, bijvoorbeeld voor restafval en zo verder. Het zou wel een keer interessant zijn om daar de visie ook op te zien. Dank u wel. Ja. Wacht, ik ga Fleur ook eerst aan het woord laten, want zij wil haar stemgedrag verantwoorden. Alsjeblieft. Ja, dank u wel, voorzitter. Nu, ik ga dit punt niet goedkeuren. Als ik het goed begrijp, is het eigenlijk een oplossing voor een tijdelijke oplossing op middellange termijn. Dus als er later dan van tijd wat meer huis wordt gecreëerd daar, waardoor dat er horeca is en zo, gaan die dan weer worden weggenomen waarschijnlijk, of niet? Of hoe moet ik dat zien?
Nu, ik denk ook dat er heel wat vandalisme zal gebeuren als er geen camera's worden voorzien. En als ook eigenlijk sluikstorten, daar vrees ik ook een beetje voor. Ik vind het ook een redelijke grote investering voor iets wat dat tijdelijk is. Zeker in tijden van corona. En tenslotte vind ik het jammer dat er niet geopteerd wordt voor een iets goedkopere model. Eventueel in samenwerking dan met iemand van Harelbeke, leverancier van Harelbeke. Of tenminste iemand van België. Want als we eigenlijk onder het motto werken van lokale economie steunen, ondersteunen, lokale handelaar ondersteunen, is dat hier nu niet echt in eer gebracht. Zo, ik had het zo zeggen. Dus voilà, dank u wel. Voilà, Thijs. Ja, Wout, klopt volledig. En uit de vraag al staat voor een isbakkenplan. Ik heb ondertussen ook al eens gecheckt op de diensten. Ik heb gevraagd om dat even voor te staan op de volgende raadscommissie. Normaal gaat dat geagendeerd worden. Ik moet dat nog even bekijken naar de andere agenda. Maar we zullen dat inderdaad wel agenderen. Ik denk dat dat een goed idee is om dat keer uit de doeken te doen. Het zijn inderdaad vuilnisbakken die PMD en restafval apart hebben. Dat zijn ook de vuilnisbakken die best uit de bevraging kwamen, zowel van de diensten als van inwoners. Dus die zullen we daar zetten. En handhaving gaat ook een kwestie van ofwel een bewaking, even zijn, de camerabewaking, als dat een probleem blijkt. Maar dat gaat niet continu zijn normaal. En sigarettenpeuken, tegels en de huidige tegels die er liggen, gaat dat een moeilijke optie zijn, denk ik. Tenzij we daar een groot probleem ervaren. Maar nu de tegels openbreken die net aangelegd zijn, denk ik dat dat geen zo'n goed idee is. Maar we kunnen wel kijken voor een alternatief ergens om inderdaad die sigarettenpeuken een plaats te... Er zijn ook al zo van die vuilnisbakken zo met sigarettenzaken. Ja. Dat zijn verschillende opties, dus ja. We zullen wel zien wat ervan komt. Ja, maar ik denk dat dat inderdaad iets is om nauwlettend in de hand te doen. Het is een zichtlocatie. Je hoort het daar gelijk in dat we moeten kijken dat toch wel onderhouden blijft. Ja, oké. Okay. Super. Maar het normaal vuilnisbakkenplan komt erop. Fleur, als je goed leest, hebben we inderdaad gekozen om dit als oplossing te hebben, omdat dat in één keer niet zo als korte termijn zien, inderdaad. Dit gaat over langere termijn. Ze zullen normaal in september, oktober geleverd worden. Het zijn zeer duurzame banken. En het feit dat sluikstorten heb ik net even geschetst. Dus investering is inderdaad niet minim, maar ze geven dat levensduur van 50 jaar, terwijl de andere, dus dat is al stevig, dat is ook een korte staal die zichzelf genereert als er al iets aan is, dus als er al een schreef of is of zo, komt dat roest terug. Dat roest trouwens dat je ook een afspuit met de hoge druk, als dat mocht wat afgeven de eerste jaren, met er ook over gehad in de raadscommissie, Patrick, dacht ik dat je dat ook vroeg. Dus dat lijkt me op zich een probleem, en ik denk dat dat ook zeer mooi zal zijn. En denk dat op de markt, op die locatie, wel een investering mag zijn om daar ook op die manier een mooie plek van te maken. Dus dat vind ik niet zo erg. En ik denk niet dat we alles gaan kunnen kopen in België dat we willen. Fleur, ik weet niet wat dat helemaal koopt, maar ik weet niet of dat uniek in België kan zijn. Zo'n ding ze nu eenmaal wel bekijken van waar dat ze komen. Het is zo dat we bijvoorbeeld de tegels van de markt zijn gekocht bij Beltrami, maar ze komen ook van China. Dus alleen bedoelen de hardsteen. In die zin kun je heel moeilijk enkel België gaan voorzien. Ik vind dat ook niet altijd nodig, omdat je van verschillende producten nog altijd overal kan halen. En dus dat is een beetje het antwoord. Nu, misschien moet ik daar nog aan toevoegen dat we nu aan het kijken zijn naar waar dat we de vuilnisbakken zouden hangen, naar de looplijnen, hoeveel dat we er zullen hangen. En we zijn nu nauwgezet aan het kijken van waar hangt dat best om te maken dat er zo min mogelijk afval achterblijft. Dank u wel, Schepen. Dan ga ik voor het stemgedrag. Dus ik heb een 1 van Fleur. Dan kijk ik naar Open VLD. Ja, akkoord. Dan N-VA. Ook akkoord. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Melissa, heb je ventje weer aan toch was? Nee, het is niet van hier, denk ik. Ah, ja. Voorzitter. Voorzitter. Ja, dank je. Voorzitter. Ja, ja. Mag ik nog even toevoegen wat dat Fleur zegt over lokaal kopen? Fleur hebt daar 100% gelijk in. We moeten zo lokaal mogelijk kopen.
En ik kan u verzekeren, Fleur, dat we daar echt wel inspanningen voor doen. Maar het is zoals Thijs ook zei, soms lukt dat niet om bepaalde redenen of bepaalde zaken die wij vragen, die hier niet aangekocht kunnen worden. Maar ik kan u echt wel verzekeren, Fleur, dat we daar eigenlijk wel hele grote inspanningen voor doen. En dat die in de toekomst nog groter zullen worden. Dank u. Dank u wel. Bij deze stappen we dan over naar punt 5. Dat betreft de studie voor de uitbreiding van de begraafplaats Harebieken Nieuw. Ons wordt gevraagd het bestek, de remming en de gunningswijze goedkeuren. Ik geef het woord aan de burgemeester. Hallo, burgemeester. Hallo, had je dat beval misschien? Wie is dat, Hankes? Voilà, uw micro ligt niet aan. Sorry, de micro ligt niet aan. Ja. Ah. Ja. Heb je dat je nog moeder is? Nee, ja, ik vraag van de micro af te laten, dat is soms moeilijk. Ja, het is zo dat de bedoeling is om de begraafplaats Nieuw van Harebieken uit te breiden langs de achterzijde toe. Dus voor de mensen, om het er juist te situeren, dat is het stuk grond dat gelegen is tussen de huidige Nieuwe begraafplaats en de spoorweg. Nu, de mensen die dat weten, of die dat ongeveer kennen, er loopt daar een pad door onze begraafplaats richting de spoorweg. Er zit daar zelfs een tunnel, dus op termijn kan daar een verbinding gemaakt worden naar de fietsautostraad of fietsnelweg die er gemaakt wordt langs de spoorweg. Wat is er bedoeling? Dat is ongeveer 1 hectare groot om hier een studie te laten maken. Wat dat de mogelijkheden zijn om dit extra gedeelte in te richten met alle vormen. Dus onderzoek te doen voor alle vormen van begraven. Ook op een andere wijze, zoals dat de huidige begraafplaats is ingericht. Dus de huidige begraafplaats is ingericht in een zeer versteende omgeving. Dus de grafzerken staan dicht bij elkaar. Het is eigenlijk nog een traditionele oude. Dus aanhalingstekens is begraafplaats, dus er wordt gezocht om andere begraafvormen daar ook te onderzoeken. Bijvoorbeeld een urnenbos, een strooibos, strooiweide enzovoort. In de studie wordt er ook gevraagd om een onderzoek te doen met betrekking tot de oude schuur die er staat, die momenteel gebruikt wordt als loods. En in het onderzoek wordt ook gevraagd om rekening te houden, en dat is wel een beperking die er is op het stuk grond, rekening te houden met de oude wal die er eigenlijk op het hele gebied ligt en die in der tijd een stortplaats was van ons lokaal huisafval. Dus dat wordt meegenomen, dus op die locaties bijvoorbeeld zal er geen ondergrondse begraafmogelijkheden zijn. Er zal dus bijvoorbeeld bovengronds of met strooiweiden of strooibos kunnen gewerkt worden. Dit alles wordt geraamd op 20.641 euro exclusief BTW en het wordt voorgesteld om te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gezien de aard van de bestelling. En dat is uiteraard voorzien op onze begroting. Eigenlijk sta open voor vragen. Dank u wel. Ik had van NVA een bericht gekregen dat Patrick hierop wilde tussenkomen. Uh-huh. Ja, inderdaad, burgemeester. Je hebt eigenlijk voor een stuk al een klein beetje mijn vragen al deels beantwoord. Ik had eigenlijk 2 aandachtspunten bij dit dossier. Gezien die aanwezigheid inderdaad van die vroegere oude wal, van die vroegere startplaats, zal er waarschijnlijk moeten rekening gehouden met de extra saneringkosten. Zijn deze voorzien in de budgetten? Dat was eigenlijk mijn vraag. Maar als ik u goed versta, dan zal de grond waarschijnlijk niet afgegraven worden. Blijft alles liggen en zal er enkel bovengronds dan eigenlijk iets gebeuren. Dan mijn tweede bemerking, waar u ook al naar alludeerde, is eigenlijk de koppeling met de fietsnelweg F7. Wij hebben die 2 weken geleden met de intergemeentelijke beleggingscommissie reeds doorgekregen, de startnota. Maar mijn vraag is, er is duidelijk dat via dat tunnelje dat er een aankoppeling zou komen op deze F7, op deze fietsnelweg, die eigenlijk de verbinding maakt ook met dat tunnelje via de Nebiumsite. En mijn vraag is hier, kan dit niet specifiek mee opgenomen worden in dit bestek om hier een aankoppeling te maken? Dit kan eigenlijk een meerwaarde zijn voor deze plannen en voor deze uitvoering.
Dus mijn vraag is eigenlijk, kan dit specifiek gemeld worden in dit bestek? Want nu staat er niks over in. Dank u. Burgemeester. Ja. Ja, op de eerste vraag heb je eigenlijk al een stuk, of het grootste deel van die antwoord gekregen. Hè. Dus er is kennis van die wal. Er is daar meer bepaald ook een... gaat dat eigenlijk zien in het bestek. Er is daar al een onderzoek op gevoerd geweest. Voor de mensen die het dossier niet zo goed weten, die wal liep zelfs tot onder de E3-prijs. Ja, de E3-tunnel. Dus dat stuk is afgegraven geweest, uiteraard, om die een tunnel te kunnen maken en in 36 dat te leggen. Maar het is niet noodzakelijk, en dat zal de studie uitmaken, om die wal uit te gaan graven en te saneren. Dus de studie heeft dat ook al uitgewezen, dus als er daar niks mee gebeurt met hetgeen dat daar eigenlijk gestort is, kan dat er blijven. Voor zover uiteraard dat we dan op voldoende wijze onze begraafplaats kunnen uitbouwen met de wensen die we ook hebben, dus de verschillende vormen van begraven. Maar de opsomming van de meeste begraafwijzen maakt dat er heel weinig nog letterlijk begraven wordt. Dus het is strooiweiden, strooibos op die locatie waar dat het mogelijk is. Urnenvelden, die zijn ook bovengronds, dus die verschillende vormen zijn allemaal al voorbeelden van zaken of van begraafwijzen die eigenlijk niet ondergronds gebeuren. En dus ik ben niet van het idee dat het zou moeten gesaneerd of uitgegraven worden. Dat is een antwoord op de eerste vraag. En de aansluiting of het pad die er ligt of kan verbonden worden richting de fietsnaalweg, dus het tunnelke, dat kunnen we inderdaad meenemen. Hè. We kunnen dat inderdaad aangeven aan het studiebureau om dat minstens mee te geven dat die verbinding tot aan het tunneltje kan meegenomen worden, zodanig dat er dan een perfecte aansluiting met die fietsnaalweg kan maken. Dat is meegenomen. Ja, dus, oké. Okay. Voilà. Dankjewel. Dank u wel. Met dit kunnen we dan naar de stemming overgaan. Open VLD. Yes. Akkoord. N-VA. Ook akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Ja, Fleur. Akkoord. En CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel allemaal. Dan gaan we naar punt 6. Dat betreft het leveren in plaats van airco in de bureau van en raadzaal van het CC Spoor. De goedkeuring lastenvoorwaarden en raming en gunningswijze. Daarvoor wordt onze goedkeuring gevraagd. Ik wil al toevoegen, Francis, want dat zal voor u zijn dat punt. En ook het volgende, punt 7. Dat ik daar tussenkomsten heb van Wouter Boekaert en van Wout Patijn. Maar die zouden die opmerkingen maken over de twee punten. Mag ze wel apart achteraf stemmen. Maar ik wil dat nu omgeven dus aan de twee mensen die wensen tussen te komen. Ik zou vragen dat Francis punt 6 en punt 7 toelegt. Francis, alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Ik ga even naar binnen nemen. Dus ja, van 6 kan ik in feite heel kort zijn. Het spoor in Harelbeke is er al lang vraag naar airco voor koeling van enerzijds de raadzaal en dan ook de burelen. Dus we zitten daar juist in dat bestek. Het is een optie eventueel voor die prijs in het bureel van de directeur. Maar de burelen van de medewerkers, die grote bureel, zal onder twee moeten komen. En dat willen we zeker in dat bestek. En uiteraard ook de raadzaal. Jullie hebben dat allemaal zelf wel ervaren. Zelfs in de maand maart, april. Zeker, ook al in de maand maart, maar zeker in de maand april is daar enorm warm. De gordijnen blijven dicht. Het is nogthans dubbelglas of driedubbelglas. En toch kregen dat daar niet een beetje afgekoeld. Het is dus uiteraard een combinatie van binnen- en buiten-unit, via dak buiten natuurlijk. Moet vooral zorgen voor koeling, maar eventueel ook koeling en verwarming dan voor de winter. Ze moeten A++ hebben, de units. Ze mogen geen 60 decibel, of ze moeten onder het 60 decibel blijven van lawaai. Afstandsbediening moet erbij zitten. En de offerte moet 3 maanden haalbaar zijn. Dat in verband met de offertes.
En dan misschien van eerste keer. Punt 7, ja. Dus punt 7 is het geluid, het lichtprojectie in de uitrusting van het spoor. Dus we gaan dus zorgen, u weet dat al, we hebben al dikwijls besproken dat we dus een standaard uitrusting hebben in iedere zaal van het spoor, maar ook in de andere zalen van socioculturele infrastructuur. Daar gaan we mee dus tegemoetkomen aan het nieuwe principe uit het retributiereglement, waarbij we dus met tijd gaan werken met een huurprijs, in feite nu al, voor de nieuwe zalen die geboekt worden. Ook het gebruik van de basisuitrusting is daar dan in inbegrepen. De vereniging die dat dan huurt, moet dan geen extra materiaal meer huren, zoals nu het geval is. Dat hebt dan een uitgeruste zaal met een basisinstallatie van licht en klank. En dat maakt het ook voor onze facturatie en voor onze administratie wat eenvoudiger. In de blauwe zaal is er onvoldoende materiaal, maar ook in de feestzaal, de raadzaal, om deze standaard uitrusting aan te bieden. En het is bestaande die ook sterk verouderd is en niet uniform, zodat de bediening voor derden moeilijk wordt. Dus we gaan dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Met het nieuwe systeem kunnen verenigingen zonder kennis van systeem licht, geluid en video dat toch bedienen. En de professionelen kunnen dan ook het systeem overnemen en in hun standaard setting bedienen. Het nieuwe systeem zal uiteraard ook duurzamer en in energieverbruik zijn. We gaan naar LED uiteraard in plaats van halogeen. Het vraagt minder arbeidstijd, omdat er in tegenstelling tot de huidige manier van werken niet telkens al het materiaal in de ene zaal moet of dan weer gestockeerd en dan naar een andere zaal. Dus het kan eigenlijk gewoon blijven hangen. Als we spraken, maar ik denk dat de vraag daarover zal gaan. Als we naar een nieuwe locatie gaan voor het spoor, dan kunnen die materialen, dan kunnen die uiteraard ook daar dan voor opgesteld worden. Dit wordt geraamd op 50.413,22 euro zonder BTW. En het is de gemeenteraad die bevoegd is omdat het een bestek is in zaken een overheidsopdracht die niet werd opgenomen in het begrip van het bestuur. Voorzitter. Dank u wel. Wouter Bogaert was de eerste die een tussenkomst heeft doorgestuurd. Dus algemeen directeur, daar hebben we alle teksten al van. Van Wout heb ik gewoon vernomen dat hij wenst dus te komen op die twee punten. Dus Wouter, aan u eerst het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook, Schepen, voor de uitlichting. Dus inderdaad, we gaan beide punten samen van commentaar voorzien. Dus we zien dat er een aantal investeringsvoorstellen worden gedaan in het spoor. We gaan zowel beide voorstellen goedkeuren, zowel voor de airco als voor het geluid, licht en projectie. Waarom? Er dient inderdaad verder gewerkt te worden in comfortabele omstandigheden. En klimatisatie van de werkomgeving resorteert volgens ons hieronder. Dat is belangrijk voor onze medewerkers. Ook het aanbieden van hedendaagse infrastructuur aan de gebruikers van het spoor, gezien de hogere tarieven, is meer dan verantwoord dat ze dus een hedendaagse uitrusting hebben, die ook, zoals dat gezegd staat, met LED en niet meer met halogeen is. Dus we volgen u daar volledig in. Nu goed, waar dat ik me even bedenkingen maak, dat de uitrusting in geluid en licht en projectiemobiele inrichtingen zijn, dat is duidelijk. Split units voor klimatisatie zijn er in principe niet goed. Uiteraard kan alles gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd worden, dat is evident. Maar voor split units is dat normaal niet echt de bedoeling. Want dan wordt beter voorafhankelijk voor mobiele uitrusting gekozen, die bij een snelle uitvoering van de meerderheid van de voorgestelde plannen voor de nieuwe vrije tijdsinrichting en dan eigenlijk op korte termijn snel zou kunnen geïmplementeerd worden. En ook eventueel op andere locaties zou kunnen ingezet worden, al dan niet als depannage of reserve in functie van noodwendigheid. Maar goed, gezien deze nieuwe investeringen, die toch over een omvangrijk bedrag gaan in de uitrusting, durven we dus echt te veronderstellen dat de nieuwe CC niet voor de eerste jaren zal zien en dat de afzienbare tijd aan het einde zal liggen, als er überhaupt al zal komen. Dat was de tussenkomst bij punten 6 en 7. Dank je wel. Dank je wel, Wouter. En dan ga ik naar Wout. Wat denk je? Ja, klopt. Een beetje hetzelfde verhaal. 1.7. Goed om te horen dat de installatie kan verplaatst worden.
het zou al zeer zondig zijn, moest dat niet het geval zijn, dat er opnieuw moet aangekocht worden. Bij puntje 6, de airco, is die vraag, komt die vooral vanuit het personeel? Dus dat is 1. 2, wat aansluitend, ja, het is opnieuw een investering in een oud gebouw waar een toekomstperspectief eigenlijk wordt gezocht. Eigenlijk hetzelfde met de sporthal. Die investeringen blijven maar komen en dat is, ja, om de gemeenteraad zien we daar opnieuw een investering. En daar stel ik mij toch wel vragen bij, hoe lang we daarmee gaan blijven doorgaan. Hier. Dus ik denk echt dat het belangrijk is dat jullie zo snel mogelijk komen met een toekomstperspectief voor het CC. En misschien nog aansluitend in detail, als ik het goed heb, was het niet de thermostaat of de radiator die ook wat stuk was in de raadzaal? Want ik weet nu niet zeker of dat het wel nodig is, als die stuk is, om daar dan ook een airco te plaatsen. Het kan zijn dat ik het mis heb, dus spreek mij tegen, moest dat niet het geval zijn, maar toen ik eens raadscommissie heb, werd mij dat toch verteld. Het kan natuurlijk niet zijn als die stuk is en die blijft daar warmte geven, om dan een airco te installeren in plaats van de radiator te herstellen. Dank u wel. Schepen Francis. Ja, dank u Wouter en Wout, voor jullie uitvoerig antwoord en vragen. Ik ga proberen globaal te antwoorden. Als ik iets vergeten heb, dan moet ik mij zeker zeggen. Maar ik denk wel dat je het mis hebt, Wout, in die zin. Het is niet alleen de thermostaat in de raadzaal. Het is een sturing voor al de zalen. En daar waren er wel wat problemen mee, die chauffagen bleven daar branden. Maar het heeft er zeker nu niets meer mee te maken. Het is wel degelijk zo dat het al jaren, en de mensen die hier in de raad zitten, weten dat het, er zitten dus al jaren, dat het daar echt niet cool te krijgen is vanaf de maand april. En ja, het verslecht alleen maar. Dus komt de vraag van het personeel, ook in de bureaus is het ook heel warm. Mm-hmm. Maar Frederik Bassuit, dus directeur, zegt ook als het kan in het budget, van mij mag het ook gekoeld worden, maar voor mij in laatste instantie. Maar in de bureau ernaast, waar ze dus met 3, 4 soms 5 te samen zitten, is het echt wel aangewezen om dat daar ook te gaan koelen. Dus het is zeker ook van het personeel, maar zeker ook van onze verenigingen en ik denk ook van een aantal raadsleden die dat toch meermaals hebben gezegd, om te koelen. Ja, we moeten ook realistisch zijn in verband met ons socio-culturele infrastructuur, dat we gaan herbouwen, al dan niet op een andere plaats. De budgetten in het meerjarenbudget van deze legislatuur zijn daar al voor een groot stuk voorzien, maar niet alles. Dus, maar we moeten daar realistisch in zijn. De eerste steenlegging, als die er zal zijn, zal die uiteraard niet volgend jaar zijn, maar eerder, en we hebben dat ook altijd zo gezegd, zal dat eerder dan naar het einde van deze legislatuur zijn. We zijn al een tijdje bezig met dat plan. We zijn nog steeds een piste aan het onderzoeken langs de leien, zoals u weet. We zijn daar nog niet helemaal rond. Dus we zijn daar mee bezig nog. We gaan dit normaal gezien, zeker dit jaar nog, gaan we daar nog kunnen landen. En je moet ook weten, ja, die airco daar zomaar, ik begrijp uw betoog van eventueel, ja, waarom pak je toch geen mobiel airco's? Je kunt ze toch makkelijker later inzetten. Die technische keuze, dat is mij niet bekend. Het zal wellicht wel beter zijn met een vast airco dan een mobiel, dat lijkt mij ook logisch. Maar moet ook logisch, alleen moeten ook durven eerlijk zijn, als we gaan herbouwen, dan gaat dat een duurzame bouw zijn. En daar zal er wellicht geen airco, of ben ervan overtuigd dat er daar geen airco zal moeten in voorzien worden. Dat wil erom niet zeggen dat we ze eventueel dan wel op een andere plaats in een van de andere oude gebouwen, dat we dan wel nog hebben, om ze eventueel te verhuizen. Maar goed, we spreken dan nog van een aantal jaar tegen dat alles zal in orde zijn. Vandaar dat we nu toch wel die keuze gemaakt hebben. Ik hoop hiermee te antwoord hebben op de vragen. Ik hoor een ijzige stilte, dus ik ga naar de stemgedra. Nog kort een duidelijk antwoord. Bedankt, Schepen. Maar voor mij is duidelijk dat de bocht is ingezet. Dank u wel. Nee, dat is niet ingezet. Zeker niet, dan mag ik spreken. De budgetten zijn voorzien en we gaan er alles aan doen dat we ze kunnen aanwenden. Deze legislatuur en de gesprekken lopen. Dus we zijn daarmee bezig. Het is nog altijd alles volgens de timing. Dat we vooral. Perfect, Schepen. Je hebt lopen en je hebt uitlopen. Dus ik wens je veel succes. Ja. Ik had al een ja van Open VLD voor punt 6, want we gaan punt per punt stemmen. N-VA? Ja, akkoord. Vlaams Belang?
Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. En dan voor punt 7 ook een ja van de Open VLD. En dan gaan we naar N-VA. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V eerst. Akkoord. Ja, en SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan stappen we over naar punt 8. Dat betreft het meubilair van de klas School Noord. Hier wordt ook gevraagd de goedkeuring voor bestek, raming en hunningswijs. Wij blijven bij schepen Francis Patey. Dank u wel. Ook hier kan ik namelijk kort over zijn. Dus voor de School Noord, dus Hulste, gaan we dus voor het zesde leerjaar gaan we ze voorzien in trapeziumstoelen en banken. Een dertigtal stuks. En dit is een opstelling die ergonomisch zeer goed is. Je kunt dat ook een beetje ja, op maat maken van de leerlingen. Want in een zesde leerjaar zitten er al grote en kleintjes tussen natuurlijk. En het is ook ergonomisch zeer goed voor de leerkracht. Die dus recht staat en zit dan wat hoger, is dat voor zijn rug ook wat beter. Die zijn trouwens te bezichtigen in de School Zuid, die we nu al hebben. En die zijn zeer goed bevonden. In het kader van deze opdracht werd een bestek opgemaakt door onze dienst, of door het departement Facility Aankoop. En het zou gaan over een opdracht van €8.831,25, exclusief de BTW. En het is aan deze raad die de bevoegdheid heeft om dit bestek in zaken een overheidsopdracht die niet is opgenomen in het begrip dagelijks bestuur, om dit hier goed te keuren. Dank u wel, Francis. Ik heb geen tussenkomsten. Die gevraagd zijn op voorhand. En kijken in de chat. Ik weet het niet hoe dat thuis gaat. Nee. Het houdt niet daarover. Dus misschien heel kort, omdat ik van iemand een vraag heb gekregen. We mogen dat niet altijd vergeten. Of we mogen niet vergeten soms dat we met 50% nieuwe mensen in de raad zitten. Dus het is wel degelijk zo. Omdat dat over om een bepaald bedrag gaat, voor de overheidsopdracht, moeten we dat uiteraard via deze manier doen. Maar ook de inkomsten die we hebben van de scholen kunnen daarvoor aangewend worden. Maar die komen dan toe op een andere post. Maar het is zo, je mocht met de werkingsmiddelen dat we krijgen van de Vlaamse overheid, mag je een school mee bouwen, je mocht daar elektriciteit mee betalen, je mocht daarmee banken en stoelen kopen, je mocht daarmee schoolboeken kopen, je mocht daar alles mee doen. Maar voor ons nu, omdat wij gemeentelijk onderwijs zijn, stadsonderwijs zijn, moeten wij ook de procedures van de stad volgen. En vandaar dat wordt bekeken op lange termijn. Vandaar dat er bepaalde dingen ook vanuit het werkingsbudget ook hier op die manier op de raad komt. Dank u wel, Scheem. Ik vraag de stemming voor punt 8. Open VLD. Akkoord. N-VA. Ook akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan stappen wij over naar punt 9. En dat betreft het subsidiereglement voor de Haarlemse jeugd. Men wil hier een aanpassing doen. Ik geef daarvoor het woord aan Schepen van de Kerkhoven. Dank u wel, voorzitter. Dus er worden een aantal wijzigingen voorgesteld aan het subsidiereglement Haarlemse jeugd. Concreet gaat het om volgende wijzigingen. Het vervangen van de woorden projectsubsidies en subsidie jeugdmuziekfestival door één term jeugdprojectsubsidies. Er wordt dus opgemerkt dat de huidige projectsubsidies niet zo vaak gebruikt worden en dat het verschil in voorwaarden tussen de projectsubsidies en de subsidie jeugdmuziekfestival soms voor onduidelijkheid zorgt. Beide reglementen vallen onder het hoofdstuk evenementsubsidies en zijn naar voorwaarden toe vrij makkelijk op elkaar af te stemmen, zoals jullie ongetwijfeld konden zien, met dus het invoegen van een aantal specifieke voorwaarden. Daarnaast wordt er een verruiming van de doelgroep begunstigden voorgesteld, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Niet enkel jeugdverenigingen, maar ook andere verenigingen kunnen dit aanvragen. En niet enkel verenigingen, maar ook individuen die zich tijdelijk verenigen om een project uit te werken.
Op deze manier komt de focus van de subsidie meer te liggen op de doelgroep die baat heeft bij het project dan op de doelgroep die het project organiseert, wat toch het belangrijkste is. Een tweede aanpassing zijn enkele algemene bepalingen. Dus gezien in de algemene bepaling van het subsidiereglement Haarlemse Jeugd alle subsidies bij naam worden opgesomd, wordt voorgesteld de bestaande projectsubsidies en subsidie Jeugdmuziekfestival te vervangen door jeugdprojectsubsidies. En ter zetting zou ik graag nog de volgende twee wijzigingen voorstellen. Dat is misschien ook niet onbelangrijk. Dus onder artikel 6.1.3, de voorwaarden, zou ik willen voorstellen om de vierde voorwaarde rond de zelfstandigheid van de activiteit te schrappen. De subsidie wordt nu al niet vaak aangevraagd en met deze voorwaarden zou mogelijk kunnen discussie ontstaan over bestaande waardevolle initiatieven. En bij de vijfde voorwaarde zou ik voorstellen om het deel dat tussen de haakjes staat te schrappen, omdat dat zou kunnen geïnterpreteerd worden als een tegenspraak met hetgeen voor die haakje staat. En dus ook voor die discussie zou kunnen zorgen en we willen dat liefst zoveel mogelijk vermijden. Dus aangezien de gemeenteraad bevoegd is voor het goedkeuren van dit soort subsidiereglementen, wil ik bij deze graag uw goedkeuring voor deze reglementswijziging vragen. Schepen, ik heb een tussenkomst van Frederik van den Bussen. Cedric van den Bussen. Ja, Cedric, alsjeblieft. Ja, bedankt, voorzitter. Wij vinden het zeer positief dat de toegankelijkheid naar deze subsidie makkelijker gemaakt wordt. Want inderdaad, op vandaag werd deze niet veel aangevraagd en vonden velen dit geen handige tool, net omdat er te veel moeite gedaan moest worden om deze aan te vragen. Nu hopen we alleen dat deze niet bij een naamsverandering alleen blijft, maar dat deze ook toegelicht wordt en aangemoedigd wordt bij de verschillende verenigingen. Deze subsidie is vooral gericht op de leeftijd van 0 tot 25 jaar, wat vooral jonge mensen zijn als ik, die nog onwetend zijn over de verschillende subsidies die ze kunnen aanvragen. Omdat de meeste jongeren zelf te weinig bezig zijn met welke voordelen ze hier kunnen uithalen, kan er bijvoorbeeld een overzichtsboekje gemaakt worden waar deze voordelen in een bundel staan. Deze kan bijvoorbeeld meegegeven worden bij de aanvraag van het evenement. Wij vinden het ook positief dat de subsidie niet meer wordt bepaald op de verschillende onkosten, want anders werden er onkosten gemaakt om een grotere subsidie te verkrijgen en dat is ook niet echt de bedoeling. Dank u. Schepen. Ja, dag Cedric. Het gaat dus inderdaad wel duidelijk om meer dan enkel een naamsaanpassing, maar die maakt deel uit van die aanpassing. Maar u hebt dat intussen ook zelf benoemd, dus dat het belangrijk is dat, dat de doelgroep die er baat bij heeft belangrijker is dan de doelgroep die het project organiseert. En het is inderdaad de bedoeling om zeker ook de jeugdverenigingen, maar ruimer ook, dit bekend te maken, zodat er meer van die subsidie gebruik gemaakt wordt, zodat er meer projecten kunnen plaatsvinden in Haarlembeke naar de doelgroep 0 tot 25 jaar. Maar ik ben blij dat u ook positief bent eigenlijk over dit initiatief. 13 dachten. Gaan we dan over tot de stemming. Open VLD. Akkoord. N-VA. Ook akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. En dan stappen we over naar het goedkeuren van dossiers Kunstkuur. En ik ga daarvoor het woord geven aan schepen Francis Patijn. Alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Dus goed nieuws opnieuw hè, voor Kunstkuur en voor onze academie. We hebben al een Kunstkuur goedgekeurd met AHA en de school Ter Havers in Haarlembeke. En nu hebben we er twee. Dus, u weet ook dat wij met de muziekacademie hebben we ook een afdeling in Deerlijk en in Saint-Louis. Of voor de mensen die dat niet wisten. Dus wij hebben ook een afdeling in Sint-Lodewijk. En daar hebben we ook een projectje ingediend voor Kunstkuur. Die is goedgekeurd. We hadden ook nog een ingediend met onze academie. Dus met vroeger SAMBD, nu HAP. Je hebt daar wel hopelijk de communicatie rondgezien. Voor de school Noord, oftewel Hulste. Die beiden zijn goedgekeurd. Ik ga niet meer uitleggen wat dat een kunstkuur is. Dus de academie en de twee betreffende scholen gingen op gesprek bij kunstkuur om hun dossier aan te passen. Ze werden dus herwerkt en ingediend, omdat we dat vorig jaar ook al geprobeerd hadden. Na de doorlichting
was het nog, ja, te, is het, was het te kort om ze allemaal in orde te krijgen, maar nu is het toch wel goed. En er werd een samenwerking uitgezet met Noord onder de titel Op stap, zeer actueel, met de Kolombus. Er werden ook nog, dus met de Vrije Basisschool in Sint-Lodewijk, werd er ook nog één opgezet. En deze beide dossiers zijn goedgekeurd. Ik ga aan de algemeen directeur ga ik nog een notatje die ik recent gekregen heb van Inge Kerkhoef, de directeur, over wat die Kolombus allemaal zal inhouden. Dus ik ga dan een keer de inhoud van dat project, dat zullen we ons hier te ver uitweiden, ga ik meegeven dat zeker in het verslag kan komen. En dan kunnen jullie daar zeker ook nog vragen over stellen, mocht het nodig zijn. Maar het zijn belangrijke uren en punten. Ja, punten betekenen uren en werkingsmiddelen. Dus we krijgen voor de school Noord, krijgen we dus 30 punten, oftewel 6/22. Dan we dus mogen een leerkracht daarvoor aanwenden. En we krijgen ook nog een keer, dat is voor 3 schooljaren. En we krijgen ook nog een keer €852 werkingsmiddelen per jaar, voor de komende 3 jaar. Dus het is de bedoeling dat die 6/22, dat zullen 2 of 3 leerkrachten zijn, die iedere week gaan 2 uurkes, dus in totaal 6 uurkes, daarin in de hogere graad de mensen gaan wakker maken voor woordkunst, drama en noem maar op. En voor muziek ook. En is dan uiteraard ook bedoeld dat ze na 3 jaar, dat de leerkrachten dat ook nog altijd verder zetten. Dus eigenlijk, ja, voor beide scholen is dat een goede reclame. Voor Sint-Lodewijk is het ietsje meer gevalideerd. Daar krijgen we 7/22 en €995 werkingsmiddelen per jaar. Dus maar het komt de gemeenteraad toe om deze kunstkuren goed te keuren ook. Dank u wel. Ik heb geen tussenkomst doorgekregen, vandaar ga ik vragen om te stemmen. Open VLD. Akkoord. N-VA. Ook akkoord, maar ik zie dat Patrick toch nog iets wil zeggen. Oei, ja. Ja, samen, ja, Patrick. Als het maar, voorzitter. Francis, wij staan zeker achter dit project. Ik vind het ook een fantastisch gegeven. Om eigenlijk nog meer die kunst... het heeft dus een wisselwerking. In de kunst wordt binnengebracht in de scholen door mensen die echt bevoegd zijn en onderlegd zijn. En omgekeerd is het ook een extra reclame om eigenlijk kinderen aan te trekken naar onze academies toe. Dus zeker... ik had gewoon kort nog één vraag. Kan of zal dit project nog uitgebreid worden naar andere scholen? Het zal... Nee, want het is echt een project op maat. Dus, de uren die we krijgen, dus bijvoorbeeld nu voor Ulste, krijgen we 6/22. We moeten ook die leerkrachten, moeten we dus aanwenden. Dat is extra uit ons lestijdpakket. We krijgen die uren extra. Maar we moeten ze enkel en alleen daarvoor aanwenden. We kunnen niet zeggen, ja, het loopt hier al goed in Ulste, we gaan het in Stas gaan ook doen. Nee, dat mogen we niet doen. Dus we moeten het daarvoor doen. En we mogen uiteraard wel, als dat nu goed loopt, en we hebben daar goede ervaring mee, mogen we bijvoorbeeld wel opnieuw een project indienen voor de komende 3 jaar dan. Allee, voor de 3 jaar die dan gaan volgen erop. In een andere school. Dat geldt ook voor AHA. Dus dat is iedere keer opnieuw. Er is eigenlijk iets nieuws integreerd. Ik dacht dat het Mieke Vogels was die pleitte in de Vlaamse regering jaren terug al over van ja, stop daarmee. Met al die hobby's is veel te moeilijk. Laat de kinderen van 8 tot 17 uur naar school gaan. En DKO, je moet dat dan maar in vervatten en meer sport en zodanig dat de kinderen alleen vrij kunnen kiezen wat ze doen. En dat is zo'n beetje een tussenoplossing, vind ik. Let op, die uren dat wij krijgen, komen in een solidariteitspot, waar wij ook al met onze academie minder uren doorgekregen hebben, omdat we moeten die uren voorzien van kunstkuur. Maar het is niet omdat je 1 uur van je stad afgeeft, dat je je kunstkuur krijgt. Dus ze zijn tamelijk streng, moeten een goed project hebben. Vorig jaar is het niet zo goed gelukt, en dit jaar is het wat beter. Maar het is specifiek voor ons voor 3 jaar, en dat is met evaluaties en noem maar op, en opvolging. En dan is dat project ten einde. Dan gaat er iemand anders, denk ik, aan de beurt komen. Ik denk dat ze een beetje gaan spreken. Oké, doen, zou ik zeggen. Ja, dank u, Patrick. Dank u. Vlaams Belang, ben ik. Akkoord. Fleur. Akkoord. Ja, CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Ja. Dan stappen we over naar punt 11. Dat betreft de wijziging van de statuten en naam van de Noord-Zuidraad. Ons wordt hier een goedkeuring voor gevraagd. Schepen Kallewaard gaat dat eerst toeleggen. Ja, dank u, voorzitter.
Harelbeke kende tot op heden geen adviesraad die zich uitsprak over de thema's integratie en samenleven en diversiteit. Maar aangezien dat onze samenleving divers is, is het ook opportun om onze burgers actief te betrekken rond deze thema's. Het was daarbij volgens ons ideaal om de Noord-Zuidraad te laten evolueren naar een mondiale raad, waarbij de thema's ontwikkelingssamenwerking en samenleven en diversiteit samen kunnen worden ondergebracht en elkaar versterken. Te meer omdat er in de feiten ook al samengewerkt werd in het kader van het Wereldfeest. Daarinboven heeft de diaspora ook een belangrijke impact op ontwikkelingssamenwerking. Vandaar dat we het een goed idee vinden om die beide thema's in één adviesraad te stoppen. De achtergrondinformatie rond diaspora en ontwikkelingssamenwerking kan je vinden op de websites, maar die zijn in de toelichting van de gemeenteraad weggevallen, maar die zijn wel te vinden in de ontwerpbeslissing van het punt. Dus als jullie meer informatie daarover vinden, dan kunnen jullie dat zien in de ontwerpbeslissing. Daar staan enkele websites. Het gaat er eigenlijk om dat burgers van vreemde herkomst heel vaak in hun thuisland projecten gaan opzetten en steunen die het thuisland ten goede komen, maar die blijven onder de radar. Vandaar dat het goed is om dat ook algemeen te betrekken bij de ontwikkelingssamenwerking in de stad. En door de diaspora nou weer te betrekken en hen te ondersteunen vanuit de Wereldraad, kunnen we eigenlijk win-wins creëren, zowel op gebied van ontwikkelingssamenwerking als op gebied van integratie. Het college heeft op 9 april 2019 zijn akkoord gegeven om die transitie door te maken. En dan is er in de Noord-Zuidraad begonnen met een werkgroep om de nieuwe statuten uit te werken. Ze zitten in bijlagen van dit dossier, maar ik leg wel eventjes snel de belangrijkste vernieuwingen toe. De Wereldraad levert in het kader van de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties een bijdrage in het bevorderen van mondiale gelijkwaardigheid. De Raad is georganiseerd in een algemene vergadering, denktanks, werkgroepen en een jury die de subsidieaanvragen beoordeelt. De Raad adviseert het stadsbestuur over de thema's sociale en economische rechtvaardigheid, mensenrechten en democratische waarden, samenleven in diversiteit en duurzame ontwikkeling. Daarnaast adviseren ze ook bij de opmaak van een subsidiereglement met betrekking tot internationale samenwerking en samenleven in diversiteit. De Wereldraad doet ook aan bewustmaking en mobilisatie rond de beschreven thema's. Ze verspreiden ook informatie en organiseren activiteiten over die thema's. En tot slot willen ze ook via participatie ervoor zorgen dat dat de burger participeert in de uitvoering van het lokaal mondiaal beleid, dat door laagdrempelige activiteiten te ontwikkelen op ons grondgebied en ook andere contacten te leggen met andere adviesraden in de stad en stedelijke diensten. De samenstelling, dus een algemene vergadering, die bestaat uit alle leden van de Wereldraad die zetelen in de denktank of in de jury of in de thematische werkgroepen. Die komt 1 keer per jaar samen. Dan is er een denktank, bestaat uit leden van de Wereldraad die advies willen verlenen aan het bestuur. Die komen minimaal 3 keer per jaar samen. Dan is er een jury die de subsidieaanvragen moet beoordelen, dat is 2 keer per jaar. En dan zijn er ook nog thematische werkgroepen waarbij een denktank afzonderlijk kan samenkomen en ook niet leden van de Wereldraad kan aanspreken omwille van hun bijzondere deskundigheid. Voor de rest is er niet zoveel gewijzigd. Lidmaatschap en stemming, huishoudelijk reglement, dat was ook al van toepassing in de vroegere Noord-Zuidraad. De statuten zijn door de Noord-Zuidraad goedgekeurd in de vergadering van 30 januari en worden nu aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Alsjeblieft, voorzitter. Dank u wel. Ik heb daarvoor geen tussenkomsten gekregen en ik ga dan over tot de stemming. Open VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Ja, Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding. Fleur. Akkoord. Akkoord. CD&V. Akkoord. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. We stappen over naar punt 12. Dat betreft de formatie Stad OCMW. De goedkeuring van de wijzigingen. En de burgemeester gaat dat toelichten. Ja,
Dank u wel. Eerst en vooral, ik ga niet een volledige toelichting geven zoals dat Katrien dat vol uitstekend gedaan heeft in de raadscommissie. Dus ook voor die andere punten ga ik dat niet telkens doen. Wel belangrijk is hier aan te geven dat eigenlijk een formatie een weerspiegeling is of eigenlijk een vooruitzicht is van wat dat de theoretische volledige personeelsbezetting of personeelsbehoefte kan zijn in het stadsbestuur. Ook belangrijk, eigenlijk zijn we niet verplicht om nog een personeelsformatie op te maken. Nu, ik ga misschien wel overgaan, omdat Patrick in de raadscommissie... een vraag heeft gesteld of dat er in het meerjarenplan door de personeelsuitgaven werd bespaard. En het is interessanter om nu een antwoord hierop te geven dan opnieuw hetzelfde te gaan uitleggen van in de raadscommissie. En meer bepaald, dat is dat de besparingsoefening die we gedaan hebben in het kader van het meerjarenplan als volgt werd uitgevoerd. De formatie is eigenlijk een theoretisch kader. We zijn vertrokken vanuit de feitelijke personeelsbezetting binnen de organisatie van het aantal personeelsleden met de breuken zoals dat ze te werk gesteld zijn en de contracten zoals dat ze te werk gesteld zijn in de stad en eigenlijk in het OCMW aan zich. Uiteraard ook rekening houdend met het organogram van juli 2019 met een stelselmatige afbouw, dat was toen al het geval, een stelselmatige of voor een stuk een afbouw van de onderhoudsmedewerkers. We zijn ook uitgegaan van volgende principes. De natuurlijke uitstroom, dus een projectie van de mensen die op termijn in pensioen gaan, werd in kaart gebracht. En per pensionering werd in het licht van de goedgekeurde organigram gesimuleerd of deze functie opnieuw diende worden ingevuld. Al dan niet, ik kan maar een voorbeeld geven, de afbouw van onderhoudsmedewerkers bijvoorbeeld, worden niet altijd in de eerste jaren één op één vervangen. En dus bijvoorbeeld zo niet, dan werd er een kost voor outsourcen, dus voor tewerkstelling via derden in kaart gebracht of in rekening gebracht. En indien de medewerker wel werd vervangen, dan werd die of wordt de medewerker contractueel vervangen. En werd er in de berekening met een gemiddelde startanciëniteit of wordt er met een gemiddelde startanciëniteit rekening gehouden. Nu, na die oefening, of nadat die oefening werd doorlopen voor meerjarenplan 2020-2025, werd er ook nog rekening gehouden met andere prioriteiten uit het meerjarenplan en bekeken welke dat er nog bijkomende personele inzet zou nodig hebben voor de beleidskeuzes die we dus eigenlijk in het meerjarenplan opgemaakt hebben. En dat is eigenlijk meer bepaald de zogenaamde fase 2 uit de of fase 2 functies die voornamelijk nieuw beleid zijn. Nu, voor alle duidelijkheid, nieuwe organisatievoorstel situeert zich voor 98% binnen het meerjarenplan goedgekeurd voorstel. Er zijn een paar afwijkingen op. Die zijn bijvoorbeeld de voltijdsonderhoudsmedewerker 1 meer in fase 2. Anderzijds, door de verandering van de containerparken bij IMOG, een containerpark wordt eruit. Bijvoorbeeld een halve medewerker, technisch medewerker voor ICT, meer in fase 2. Het Huis van Welzijn, een halve voltijds medewerker voor kinderopvang. Dat maakt dat bij de meerjarenplanning deze in fase 2 functies allemaal budgetair zijn meegenomen vanaf 1-7-2020. Nu, in realiteit gaan die nu allemaal op die datum zijn ingevuld. Dan gaat dat maar in de loop van de volgende maanden en elk jaar ingevuld geraken. En vermoedelijk tegen het einde van het jaar een effectief feitelijke loonkost geven. Nu, de cijfers die Philippe Helijn in de raadscommissie heeft getoond, die stijgen tussen 2020 en 2021 sterk. En dat heeft te maken met de natuurlijke uitstroom waarmee bovenstaande sprake was. Invulling van de nieuwe functies vanaf in verloop, maar eigenlijk naar het einde van het jaar toe, vanaf 1-7-2020 en vanaf 2021 volledig in dat jaar. Maar belangrijk ook, en dat is vanaf 2020 en vooral in 2021, ook een stijging van de tweede pensioenpijler met respectievelijk 0,5% in 2020 en nog eens 1%, en dat is eigenlijk cumulatief 1% in 2021.
En dan nog eigenlijk een antwoord op de vraag of dat het dan duurder is. Het theoretische formatiekost, ja, omdat je ook een vergelijking maakt tussen de twee formatietabellen. Maar het zijn theoretische formatietabellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt als je die vergelijking maakt tussen statutair en contractueel. Terwijl dat we in de toekomst op termijn wel het aantal statutairen gaan afbouwen en dat de loonkost ervan, of de extra kosten van pensioenbijdragen, die gaan daar tegenover dalen. Dus hetgeen dat wij nu extra betalen voor een statutair, weegt niet op tegen het bedrag dat we bijvoorbeeld voor de tweede pensioenpijler extra gaan in de toekomst betalen. Dat zal nog minder dan de helft zijn voor die tweede pensioenpijler dan hetgeen dat we nu betalen voor de statutairen voor pensioenbijdragen. Dus tegen wellicht is het aantal voltijds equivalenten ten opzichte van juli 2019, maar lager dan ten opzichte van december 2018. En nog een verschil, dat is dat in de nieuwe formatie eigenlijk de nieuwe functies en de wijzigingen functies, dat meestal meer kenniswerkers zijn, dus mensen die hoger gediplomeerd zijn, dus in hogere loonschalen zijn ingerekend en dus eigenlijk een zwaardere loonkost genereren. Dus sowieso, als je dus evenveel medewerkers hebt, maar je gaat meer hogere geschoolde personeelsleden aanwerven, dan ga je ook wel een hogere personeelskost hebben. En dus nog een keer een herhaling, dat is dat we in de toekomst ook minder statutaire functies zullen doorrekenen. Dus conclusie, in onze formatie zijn de 1-op-1 vergelijking tussen het theoretisch kader van juli 2019 en 2020, zijn we een stukje duurder geworden, ja. Maar er wordt wel bespaard in de personeelsuitgaven, omdat we dus eigenlijk de uitstroom telkens van statutaire voor een groot stuk vervangen door, of hartelijk mogelijk, door contractuele vervangen. En er is eigenlijk ook een uitbouw van een aantal functies naar outsourcing, wat uiteindelijk dan de kost verhoudingsgewijs minder is per voltijdsequivalent. Dat is ongeveer het antwoord dat ik daarop kan geven. Ik heb geen tussenkomst. Ja, voorzitter. Ja. Patrick Larout vraagt het woord op dit punt ter vervanging van zijn tussenkomst bij punt 17. 17? Nee, dus Patrick wil nu tussenkomen. Ja, in plaats van 17. Ja. Dat of gedeeltelijk in de plaats. Niet volledig, maar deels in plaats van punt 17. Inderdaad, vooral omdat de burgemeester nu eigenlijk toch wel een uitgebreid antwoord geeft op mijn vraag. Ik stel dat in de raadscommissie, waar ik wel voor een stuk mee akkoord ga, maar toch ook, u weet, burgemeester, dat ik ook in vroegere conclaven, dat ik daar regelmatig op terug ben gekomen om toch wel ernstig te kijken om te besparen op de personeelskost, zoals eigenlijk ieder bedrijf wel probeert te doen. Dit moet uiteraard voor ons ook niet gepaard gaan met ontslagen, wel eerder veel meer met uitbouwscenario's, afbouw op een of andere manier. Ik heb ook de opmerking gemaakt vroeger dat de kanteling van het OCME, dat eigenlijk bedoeld was, ik weet dat u daar niet volledig mee akkoord gaat, dat een bedoeling was om ook een soort besparingsoefening, zeker op personeel te gaan bekomen. Dat lukt blijkbaar niet. Dat is niet alleen voor Haarlem, ik denk dat algemeen is. En ook de digitalisering dat wij constant invoeren. Wij hebben nu ook wel bewezen met onze stad, zeker onze ICT-dienst, dat wij daar zeker klaar voor zijn, dat wij daar zeker rijp voor zijn om verder op die manier te werken. Maar ik zie ook hier geen besparingen ten opzichte van personeelskosten. Integendeel, ik denk dat het zelfs ook hier wat duurder uitvalt. En dan mag ik terug eigenlijk die vergelijking, het is ook geen compleet juiste vergelijking. Ik weet dat met eigenlijk de privébedrijven, waar eigenlijk hier op die manier toch wel geprobeerd op wordt om wat efficiëntiewinsten te bereiken. Ik hoor u ook zeggen, het zit vooral ook een stuk, en ik heb ook dat nagezien inderdaad in het dossier, rond minder onderhoudswerkers. Ik ben daar vroeger ook al eens op tussen gekomen. Wij krijgen meer en meer openbaar domein toegewezen in Haarlem, niet alleen de verkavelingen. Ik denk maar aan de site Lano en aan de verschillende sites waar we daar direct 2x6000 vierkante meter bij krijgen in onderhoud voor onze stad.
als we net nu hier op die onderhoudsmedewerkers gaan terugschroeven, ja, met meer openbaar groen en openbaar domein dat we moeten gaan onderhouden, zullen we dat inderdaad dan misschien gaan uitgeven aan externe firma's. En dan komt dat ook waarschijnlijk op een andere post binnen het budget, zodanig dat dat eigenlijk niet meer erg controleerbaar is of misschien overheersbaar is ten opzichte van de budgetten die in het voorzien worden voor personeel. Ik had het eigenlijk voorbereid bij punt 17 om eigenlijk een beetje een totaalpakket te geven, maar met uw antwoord op mijn vraag aan de raadscommissie wil ik dat toch wel nog even duiden. Dank u. Oké, burgemeester Wens, zeg je daar nog een aanvulling aan te doen? Ik ga in omgekeerde volgorde antwoorden op Patrick's bemerkingen. Bij het laatste punt, bijvoorbeeld van onderhoudsmedewerkers. Patrick gaat een punt. We krijgen altijd meer en meer openbaar domein bij, of toch dat onderhouden openbaar domein bij. En we gaan zeker niet stijgen wat het aantal onderhoudsmedewerkers betreft. En in tegendeel outsourcen, want dat is eigenlijk... Ja, we hebben extra werk, dus als je besparingen uitspreekt, op dat domein kun je letterlijk niet besparen. Hè. Ik wil het woord besparen ook wel niet uitspreken hier, omdat we dus eigenlijk moeten zorgen dat we een proper en een goed, mooi openbaar domein hebben. Ja. Dus er zal effectief moeten toegezien worden dat de budgetten, of dat je dat nu met eigen personeel doet, of dat je dat nu via outsourcing doet, dat die beheersbaar zijn en niet louter beheersbaar, maar dat die telkens rationeel ingezet worden en op een correcte manier kunnen gecontroleerd en opgevoerd worden. Twee, je hebt een opmerking gemaakt van, ja, ik merk geen besparingen, zoals dat gezegd, want ik heb het in het verleden ook al meegemaakt. Zolang dat we alle dienstverlening, zoals dat we op vandaag aan onze burgers willen, maar vooral moeten geven, dus door ook alle opdrachten die we van de andere overheden krijgen, ja, dan kun je moeilijk dan met minder personeel doen, in tegendeel. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Alles rond communicatie is eigenlijk een zeer uitgebreid pakket geworden. Vroeger, en heb het woord ICT uitgesproken, maar ik ga daar eigenlijk alles rond communicatie en de link naar ICT, maar naar software toepassingen en sociale media toepassingen als voorbeeld geven. Wij als stad kunnen daar bijvoorbeeld niet in achterblijven. Ja? Je moet dus, wat we vroeger enkel al alleen een informatieblad hadden op papier, hebben we nu en een informatieblad op papier, en een website, en sociale media, en zelfs een Twitter-account dat moet opgevolgd worden, en een Facebook-pagina. Ik geef dat maar als een typisch voorbeeld. En er zijn er zowel nog meer. Als je de toepassingen van bevolking neemt, dan heb je daar en de loketwerking, maar heb je evengoed de digitale toepassingen via het e-loket, die ook moet opgevolgd worden, wat we vandaag nog niet onmiddellijk tijdswinst zien bij de medewerkers. Misschien zal dat op langere termijn wel het geval zijn, maar er worden altijd maar meer en meer opdrachten naar de gemeentebesturen doorgestuurd om op te volgen. En dan, ik weet uw eerste tussenkomst nu niet meer, of het begin van uw tussenkomst niet meer. Van het OCMW. Ja, van het OCMW. Dat is inderdaad een vaststelling. Het is niet een besparingsoefening geworden. Velen hebben bij de aanzet van de toenmalige Vlaamse regering 2014-2015 bij de intentieverklaring van de ministers dan toen al gewaarschuwd van pas op, dat zal geen besparingsoefening zijn. En het zou in tegendeel een extra opdracht worden voor de gemeentebestuur om dan mee op te volgen. We stellen dat effectief ook vast. Ja. Want op vandaag kunnen we dat niet aan veranderen. Dus we moeten daar eigenlijk ook, net als alle andere gemeentebesturen, verder op inzetten. En dat zal niet veranderen. Ja, ik volg u en uw pleidooi zeker om de dienstverlening binnen Harelbeek om te doen zo lang mogelijk als het kan op dit niveau. Want ik ben ook overtuigd dat wij een goed, zeer goed niveau hebben. Qua onze dienstverlening, maar ik vrees enkel dat wij op termijn, want het personeel neemt toch de grootste hap uit ons budget, dat wij dat op de duur niet meer zullen kunnen garanderen. En misschien is een trage afbouw beter dan ineens te moeten kappen of snoeien. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn bezorgdheid reeds enkele jaren. Het is niet echt vandaag. Maar je weet dat ik dat 3 jaar geleden in het conclaaf dat ik dat ook aangehaald heb. Ja. Dus dat is eigenlijk meer een bezorgdheid dan...
Ja, voor alle duidelijkheid, Patrick, neem van mij aan, en je weet van vorige conclave waar we samen zaten, dat ik van dezelfde mening was dat elke vervanging of elke functie dat we die wordt voorgesteld om in te vullen, dat die altijd telkens kritisch wordt bekeken. Dus het is niet zo dat we zomaar elke functie die vrijkomt, of elke functie die extra gevraagd zou worden, of de plaats die extra zou gevraagd worden, dat we die zomaar zouden invullen. Dus het wordt telkens kritisch bekeken, en waar mogelijk zelfs bekeken om bepaalde functionaliteiten of bepaalde zaken op een andere manier in te vullen dan het voorheen was, om personeelswinst en of tijdswinst te kunnen voorzien. Oké, dankjewel. Mogen wij dan overgaan naar de stemming? Dan zeg ik eerst Open VLD. Akkoord. Akkoord. N-VA. Ook akkoord. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan stappen we over naar het gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW. Er wordt gevraagd om daar een vaststelling van te nemen, treffen. Ja. Burgemeester, verder aan u. Dank u wel. Ik ga hier opnieuw verwijzen naar de raadscommissie, waar Katrien opnieuw een voortreffelijke uitleg gedaan heeft over de wijziging van het arbeidsreglement, meer bepaald eigenlijk het gemeenschappelijk arbeidsreglement tussen Stad en OCLE. We hebben al gezien dat we dus nu samengevoegd zijn naar één organisatie. Hebben we dus nu een gemeenschappelijk arbeidsreglement, zodat we dat eigenlijk de reglementen op elkaar afgestemd zijn, of dat mensen eigenlijk al met één en hetzelfde arbeidsreglement werken. Ja. We zijn weliswaar nog altijd twee aparte juridische entiteiten, maar het is wel wenselijk om de mensen volgens dezelfde regels te laten werken in ons bestuur. Tegelijkertijd, en dat is ook wel wenselijk, dat is dat we ons arbeidsreglement ook altijd wel tussen aanhalingstekens moderniseren of aanpassen aan de huidige omstandigheden en er ook een aantal wijzigingen aanvoeren. Ter info, er was ook een vraag die op de raadscommissie gekomen is, telewerken, dat is eigenlijk nog niet in ten gronde uitgewerkt, omdat dat eigenlijk de voorbereiding van de wijziging hier, van het voor het gemeenschappelijk arbeidsreglement, was net voor coronatijden. Dus we hebben intussen tijd al een stuk ervaring opgedaan over telewerken, de pro's en de contrast. En dat zal eigenlijk een onderdeel worden van een volgende wijziging in een gemeenschappelijk arbeidsreglement, waar dan we met de ervaring dat we opgedaan hebben, dan een aantal voorstellen kunnen formuleren. Alsjeblieft. Dank u. Ik had van een NVA doorgekregen dat Patrick geen thuiskomst wilde doen. Ja, inderdaad. Maar ondertussen heeft de burgemeester ook een grotere deel geantwoord. Dat inderdaad dat inschrijven van dat digitaal thuiswerken, dat zeker in de toekomst moet gebeuren. Dat het nu eigenlijk wel de perfecte periode is om het eigenlijk te evalueren. Want ik hoor ook van andere bedrijven dat die daar stappen rondzetten om te kijken om het deels verder te doen. Op hoe dat alles kan georganiseerd worden. En ik hoop dat we die evaluatie effectief maken en die een keer doorkrijgen en dan de aanpassing ook eventueel naar het arbeidsreglement. Dank u wel. Dank u. Dan gaan we naar de stemming. Open VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Fleur. Akkoord. Oh, ik heb Vlaams Belang vergeten. Je mag ik het voor Fleur. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Voilà, dan stappen we over naar punt 14. Dat betreft de rechtspositieregeling van het stadspersoneel, de wijziging en door hervaststelling. Burgemeester, opnieuw aan het woord aan u. Ja, ook dat is op de raadscommissie gekomen. Dus de opsomming staat in de toelichting. Hè. Toevoegen van de mogelijkheid om personeel over te dragen aan het OCMW en het omgekeerde. Dat is eigenlijk de vlotheid om mensen... Ja, binnen onze organisatie eigenlijk op bij de twee juridische entiteiten te kunnen laten werken. Het uitbetalen van het maandsalaris, en dat is wel belangrijk, in technische termen, wel te verstaan, maar voor de mensen zelf verandert dat niet zoveel.
Maar het uitbetalen van het maandsalaris en de RZ-dagen in plaats van dertigsten heeft ook te maken met onze nieuwe software. En alle vele andere besturen zijn ons al voorgegaan. Dus de dertigsten is een oude werkwijze en de RZ-werkdagen of de dagen is eigenlijk meer actueel. Dan een belangrijke, dat is het omstandigheidsverlof. Dat is waarbij gepreciseerd wordt wanneer in de dagen omstandigheidsverlof mag of moeten worden opgenomen. Wordt bovendien voorgesteld dat vastgesteld of voorgesteld om voor de personeelsleden die heel nabij geconfronteerd worden met een overlijden, meer dagen omstandigheidsverlof te kunnen laten geven. En dan het laatste, het uitwerken van onbetaald gunstverlof en het onbetaald verlof als recht. Dat zijn de voornaamste die voorzien zijn in de wijziging of in de rechtspositieregeling van staatspersoneel. Alsjeblieft. Dank u wel. En uiteraard ook toegevoegd in de syndicale onderhandelingen. Hè. Ja. Zoals het voorgaande. Ik heb hier geen tussenkomstvraag, dus fijn. De stemming open VLD. Akkoord. Vlaam. N-VA. Ook akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. We stappen over naar punt 15. Dat betreft het jaarrapport 2019, deel 1. En dat valt inderdaad, dat dingen valt in enkele hoofdstukken. Het eerste deel is de jaarrekening 2019. Schepen van Financiën Kathleen Douchy. Ik weet niet, zij zal wel daar nog iets over vertellen, maar dat is ook uitgebreid aan bod te komen in de commissie. Kathleen, je krijgt... Ja, dat klopt. Dus ik zal het cijfermatige nu aan bod laten komen. En straks zal de burgemeester de doelstellingenrealisatie overnemen. Ja. Voor wat het cijfermatige betreft, inderdaad, op de raadscommissie werd daar al heel uitvoerig over verteld. Ik ga dus nog eens de beknopte versie ervan nemen nu op de gemeenteraad. Ja, Carlo, mag het volgende? U ziet dat de uitgaven stegen met 15,3% tegenover 2014. De laatste drie jaar stegen de uitgaven gemiddeld met 3,35%. Enkele factoren die hierin een rol speelden waren de afschaffing van het HESCO-stelsel, waardoor personeelskost contractueel steeg. Deels gecompenseerd in hogere forfaitaire loonsubsidie. Uitbreiding zorgaanbod voor ouderen, waardoor de toelage aan het OCMW met €750.000 steeg tussen 2014 en 2019. We hadden ook de jaarlijkse stijging van de toelage aan de politiezone met plusminus 5%. We hadden ook een continue stijging van de bezoldiging, zonder dat het aantal medewerkers in dienst fundamenteel is gestegen. Maar eerder door baremieke verhogingen, impact, integratie, stad, OCMW, waarbij taken ondersteunende diensten werden overgenomen. We hadden ook een sterke stijging van de werkgeversbijdragen van de statutairen. Er waren ook hogere werkingsuitgaven, onder andere door de hogere graad aan onderhoudskosten van ons infrastructuur, want die veroudert inderdaad, en het gebruik van digitale middelen. De volgende slide betreft dus de ontvangsten, die stegen tegenover 2014 met 14,2%, gemiddeld genomen dus met ruim 2% per jaar. Enkele factoren die hierin een rol speelden zijn dus de afschaffing van het HESCO-stelsel, waardoor er een forfaitaire loonsubsidie in de plaats kwam vanaf 2015. De uitzonderlijke dividenden van EFIN in 2015 en Infrax West in 2015 en 2016. De niet-consistente groei van de onroerende voorheffing en personenbelasting. Beide aanvullende belastingen kenden enkele specifieke schokken de voorbije periode.
De groei van de onroerende voorheffing was in de eerste jaren beperkt. In de tweede helft van het meerjarenplan werd er weer aangeknoopt met een sterke groei. De groei van de personenbelasting verliep nog grilliger. In 2019 groeide de opbrengst met ruim 900.000 euro, maar dat is een eenmalig effect van versnelde incohering. De ontvangsten uit subsidies zijn het gemeentefonds, de specifieke werkings- en projectsubsidies. Dat stijgt nauwelijks tegenover 2014 en dat is nog altijd zo. De werkingsopbrengsten stegen ook nauwelijks ten opzichte van 2019. Voor wat betreft de investeringen, in de periode 2014-2019 investeerden we ruim 36 miljoen in de stad. Daarbij konden we rekenen op ruim 10 miljoen euro ontvangsten uit subsidies of verkopen. Ruim 70% van de investeringsbudgetten werden gebruikt. Ondanks moeilijke financiële omstandigheden werd er dus veel investeringen gerealiseerd. Toch meer dan initieel was voorzien in het meerjarenplan bij de start van de vorige legislatuur. In 2013 waren er slechts 32,5 miljoen investeringsuitgaven voorzien. De belangrijkste investeringen waren de bouw van de School Zuid, de diverse investeringen in het stadscentrum en het verbouwen van de kunstacademie. Aha. Voor wat de investeringen betreft, Carlo, mag de volgende slide zien? Ja. Dus zoals ik al zei, ondanks de moeilijke financiële omstandigheden werden er dus inderdaad veel investeringen gerealiseerd. En dus meer dan initieel was voorzien in het meerjarenplan. Dus er waren 32,5 miljoen euro investeringsuitgaven voorzien. En uiteindelijk zijn dat er 36 miljoen geworden. En de belangrijkste investeringen heb ik dus al genoemd, zijn de School Zuid, het stadscentrum en de kunstacademie AHA. Ja. In deze tabel zie je de evolutie van het kasresultaat van de stad. Het kasresultaat geeft aan over hoeveel geldmiddelen de stad beschikt wanneer alle schulden op korte termijn verheffend zijn en alle openstaande vorderingen op korte termijn geïnd zouden zijn. Het kasresultaat nam sterk toe in de jaren dat er geleend werd, zijn de 2015 en 2016. Daarna nam het kasresultaat af, omdat het investeringsvolume steeg zonder dat er opnieuw werd geleend. Je ziet eveneens dat het initieel voorziene kasresultaat telkens veel lager lag dan het gerealiseerde kasresultaat. Dit houdt voornamelijk verband met het feit dat het gerealiseerde investeringsritme elk jaar lager lag dan gepland en het exploitatiesaldo telkens beter was dan gepland. Onder andere hierdoor kon het stadsbestuur de opname van nieuwe leningen vermijden. Dan de autofinancieringsmarge. Ja, in deze tabel zie je de evolutie van de autofinancieringsmarge van de stad. De autofinancieringsmarge geeft aan over hoeveel vrije beleidsruimte de stad beschikt na betaling van alle exploitatiekosten en de jaarlijkse aflossingen. De autofinancieringsmarge moet positief zijn op het einde van de planningsperiode. De autofinancieringsmarge was elk jaar veel beter dan voorzien in het budget. Dit is logisch, omdat de uitgaven gelukkig gemiddeld genomen 4-5% lager waren dan gebudgeteerd, terwijl we elk jaar ongeveer konden rekenen op 100% van de gebudgeteerde ontvangsten. Op een budget van 35 miljoen euro betekent 4% 1,4 miljoen euro. Het aanhouden van een klein overschot binnen het exploitatiebudget komt de efficiëntie van de organisatie trouwens te goede, omdat er dan vlotter ingespeeld kan worden op onverwachte noden. De constante zoektocht naar vrije middelen komt de organisatie trouwens niet ten goede.
Zonder de uitzonderlijke en eenmalige ontvangst uit de personenbelasting zijn de 900.000 euro, zou de autofinancieringsmarge trouwens opnieuw gedaald zijn. Dit toont aan dat de financiële gezondheid van de stad aan het afnemen is. De uitgaven stegen sneller dan de ontvangsten en ingrijpen was dus noodzakelijk. Dan hebben we nog als laatste slide de evolutie van de schuld. In deze tabel zie je de evolutie van de schuld. De openstaande schuld daalde voor het derde jaar op een rij en is nog steeds heel laag. De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in de stad, waardoor de openstaande schuld ongetwijfeld sterk zal stijgen. Een stijging van de openstaande schuld is enkel mogelijk wanneer de autofinancieringsmarge voldoende hoog is. Indien onze financiële situatie dus niet verbeterde, was het onmogelijk om verder te investeren in onze publieke dienstverlening. Alsjeblieft, zijn er vragen hieromtrent? Ik had de komst van Patrick, maar misschien gaat hij wachten totdat de burgemeester nou de aanvulling gedaan heeft van de doelstellingen. Ja, ook doen we maar. Ja, ja. Oké. Okay. Burgemeester. Voorzitter. Voorzitter, maar ik ga wel heel kort zijn. Ellen heeft een voortreffelijke presentatie gegeven van de doelstellingen realisatie. Absoluut. Per hoofdstuk. En eigenlijk zou het dan louter bijna een letterlijke herhaling zijn van hetgeen dat Ellen op de raadscommissie gedaan heeft. Dus ik ga graag verwijzen naar de voorstelling zoals dat Ellen ze gedaan heeft. In de raadscommissie en uiteraard de vragen beantwoorden als er mensen zijn die nog vragen hebben. Patrick, vandaar uw tussenkomst nu. Ja, dank u voorzitter. Voor mij gaat het ook natuurlijk een beetje om dat deze jaarrekening. We zijn het ook een beetje het financiële afronden van de vorige legislatuur. Ja. En daar ging ik nog wat meer bij vertellen bij het jaarverslag. Maar ik ga nu ook mijn punt, dat ik mijn tussenkomst bij punt 19, ga ik nu ook mee verwerken in deze tussenkomst. Dus 19 kom je niet met dus? Ja. Ja, dank u. Dus met wat extra uitgaven, eigenlijk gecompenseerd door wat extra ontvangsten en zoals de schepen ook aanhaalde, eigenlijk dankzij ook wat meevallers. Draait deze eindbalans van onze stad Haarlemmerke toch wel in het voordeel uit. Wel moeten we hier terug opmerken dat de jaarlijkse verschuivingen in de budgetten naar de volgende jaren steeds opnieuw gebeuren. En ook zullen waarschijnlijk blijven gebeuren. Wij zien ook in de tabellen, zoals u die getoond hebt, dat wij met een dip in de investeringen zaten in het jaar 2016. En dan in de kas, dat in ons voordeel ook uitviel. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken gehad met eigenlijk de tal van projecten die op dat moment doorgeschoven werden, gewild of ongewild of uitgesteld en doorgeschoven werden naar later jaren. Vandaar dat eigenlijk die piek dan terug naar 18 en 19 en ook nog deels doorschuift naar 2020. Zoals we ook hier terug moeten merken dat we toch wel redelijk wat investeringsrekeningen doorschuiven naar 2020. En bijgevolg eigenlijk ook naar het budget van de volgende legislatuur. En dit alles gecombineerd met de jaarlijks terugkerende besparingoefeningen die we moeten maken, blijkt het toch enorm moeilijk om correcte budgetten op te maken. We blijven jaarlijks enorme inspanningen doen, zeker in de budgetsprekingen, zoals dat straks ook de burgemeester al aanhaalde, om dan op het einde toch blijkbaar nog genoeg, en ik ga niet zeggen te veel overschot, want dat is te veel gezegd. En als ik eigenlijk één ding geleerd heb van onze vorige schepen van Financiën Inge, dan was het eigenlijk om het budget zo nauwkeurig mogelijk en zo getimed mogelijk te houden. Maar dat blijkt toch altijd nog een zeer moeilijke opgave te zijn. Ik hou er toch nog aan om enkele punten uit de conclusie te halen. De budgettaire resultaten van deze jaarrekening zijn goed. In die zin dat het exploitatieresultaat van de stad beter uitvalt dan geraamd in het budget. Hierdoor haalt de stad een beter kansresultaat en een betere autofinancieringsmarge. In absolute cijfers werd er ook meer geïnvesteerd in de voorbije jaren, zoals u aanhaalde die 36 miljoen. Ondanks de moeilijke financiële situatie kon de stad meer investeren in de publieke ruimte dan initieel voorzien voor de periode 2014-2019. Daarboven werd ruim 70% van de investeringen uitgevoerd in de voorzieningenbeleidsperiode en ik hoop voor jullie van hetzelfde.
En het komt er nu op aan de nog lopende prikken af te ronden in 2020 om de ambities voor de volgende jaren vorm te geven. Nu mijn eigen conclusie is, de vorige legislatuur hebben wij met de partijen het toch wel goed gedaan op financieel vlak. En ook op het domein gezondheidszorg hebben we zelfs met N-VA erbij, want we worden graag gepercipeerd als asociaal onze verantwoordelijkheid duidelijk ingenomen. Dan had ik nog een, dat was eigenlijk bij meer bij punt 19, maar ik ga het nu ook, omdat de Schepen ook rond de leningen iets aangehaald heeft. U weet, ik heb het ook aangehaald in de raadscommissie en ik heb daar ook wel een antwoord op gekregen van onze financieel directeur, dat ik eigenlijk nog altijd mijn twijfels heb over het al dan niet opnemen van nieuwe leningen. Uit de vorige budgetbespreking weet ik dat ik steeds vond dat we te braaf waren in verband met investeringen en nieuwe leningen. En ik vind het eigenlijk voor mezelf nog altijd niet verklaarbaar dat we eigenlijk 3 jaar na elkaar geen nieuwe leningen opnamen. Gelukkig, en de financiële directeur heeft dat duidelijk aangehaald, zie ik hier een wijziging en gaat men nu eigenlijk die leningopnames gespreid gaan uitvoeren. Wat betekent dat we dus minder pieken en dalen zullen kennen en dat we ook de afbetalingen beter en meer gespreid kunnen verlopen. Dankjewel. Met wenst Kathleen. Ja, heel kort, Patrick. Ja, wat de verschuivingen naar volgende jaar, die proberen wij te beperken, maar ja, het is onmogelijk om alles eigenlijk 100% te kunnen volgen, dat weet jij ook. Hè? Ja. Je hangt van zoveel zaken af, je kunt dat niet gaan vergelijken met een bedrijf, zo werkt het niet. Hè? Dus dat weet jij ook. Wat de leningen betreft, inderdaad Patrick, het zou beter zijn moesten wij inderdaad gaan spreiden. We hebben dat nu eigenlijk ook in ons meerjarenplan voorzien. We gaan dus een stuk meer gaan lenen. Maar we gaan voornamelijk nog gaan lenen het moment dat ons kaspositie dat eigenlijk vraagt. Ik ga het zo zeggen. En de reden daarvoor, maar dat zul je al weten, denk ik, Patrick, is dat wij uiteindelijk, als wij boven 1,5 miljoen in kas gaan, dan moeten wij een negatieve rente gaan betalen. En dat willen wij ten alle tijde ook gaan vermijden. Wat moest ik nog zeggen? Ja, wat het overschot. Het is inderdaad zo dat wij proberen om zo goed en zo kwaad mogelijk juist te gaan budgetteren. Maar je weet ook, we hebben nu voor 2020 corona. Iets wat je totaal niet kunt gaan incalculeren, want dat wist niemand op voorhand. En uiteindelijk, Patrick, moeten we toegeven, het is toch nog altijd handig als je toch nog ergens een beetje reserve hebt. Ik hoop dat uw vragen daarmee een beetje, of uw opmerkingen daarmee wat duidelijk zijn. Ja? Ja. Oké. Met deze kunnen we overstappen tot de stemming. Voorzitter, Kort vraagt het woord. Carlo is aan het spreken nu. Thomas Hillemijn. Ah, ja. Wouter. Ah, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had de tussenkomst. Even de camera niet verschieten. Ik had de tussenkomst op voorhand ook al gemeld, samen met de andere tussenkomsten. Maar ik wil even terugkeren op eigenlijk het begin van de strategische meerjarenplanning. In het kader van de verhouding van de opzendteam op de onroerende voorheffing en de aanvullende persoonbelasting. Ik zie dat er 28% OV is en 22% PB is. Dat is een keuze die gemaakt wordt. En ik begrijp de redenering ook van dat de aanvullende persoonbelasting veel variabeler is dan de onroerende voorheffing. Mm-hmm. Dat ook zeggen, ook een van de redenen waarom dat we in de tijd met Open BLD daar ook achter stonden voor de OV te incorporeren, of laten we zeggen de belasting op de economische entiteiten te incorporeren op de OV. Mm-hmm. Maar ik denk dat die discrepantie tussen de OV en de aanvullende personenbelasting de volgende jaren
nog verder gaat oplopen. Hè? Want de cijfers zien we, of de repercussies van de verhoging, zien we nog niet in de cijfers van 2019. Dat zullen we te vroegst in 20 zien, of in 21. En waar ik me een klein beetje zorgen in maak, is dat heel wat ondernemingen, zelfstandigen en ook de spaarzame tweeverdieners die met hun spaarcentjes een appartementje of zo gekocht hebben om te verhuren, en deze barretijn ook nog een keer extra zullen getroffen worden. En ja, het vangnet voor deze categorie is niet zo groot. Goed, er zijn voor deze categorie misschien wel door de hogere overheden enkele ondersteunende maatregelen voorzien. Op federaal en Vlaams niveau. We moeten nog allemaal zien hoe dat allemaal gaat uitdraaien. Dat heeft allemaal een onzekere factor. Maar op lokaal niveau is er eigenlijk nog geen financiële compensatie voorzien. Een win-win voor onze inwoners en lokale economie zou kunnen zijn om de Arlbeke Wereldkaart, die eigenlijk echt wel een goed initiatief is, te gaan promoten met vooropgeladen bedrag per inwoners. Bepaalde gemeenten doen dat. Die geven een cadeautje aan de inwoners. En zodoende hebben we een win-win, zoals gezegd. De kaart wordt gepromoot bij de brede bevolking. Ze wordt gebruikt bij de lokale handelaars. Ze raakt sneller bekend. Wat ook de bedoeling is van die kaart. Mm-hmm. En we ondersteunen daarmee ons lokale handel. Want ze hebben het moeilijk. We weten dat, Kathleen. Over ondersteunen of wankteam. Niemand had inderdaad corona kunnen voorzien. En zeker niet de metscheepse voltreffer, om het zo te formuleren. Mm-hmm. Maar als we onze handelaars kunnen ondersteunen en ze kunnen overeind blijven en ze kunnen blijven zaken doen, is het voor iedereen een win-win. Want aan het faillissement ja, is het enkel de curator die er iets aan overhoudt. Daarnaast sluit ik me ook een stuk aan bij Patrick in het kader van nieuwe leningen. Ik vind dat een heel terechte opmerking. Ik had die ook gemaakt in de raadscommissie, dacht ik. En ik begrijp wel de repercussies van de negatieve rente. Mm-hmm. Maar goed, ik heb altijd geleerd in de economie dat je een lange termijn project moet investeren met lange termijn middelen. En dan gaan zien dat er heel wat lange termijn projecten in de pipeline zitten. Mm-hmm. Kan dat misschien wel bekeken worden of dat er daar geen middel voor bestaat om die toch met lange termijn financiering te voorzien? Zeker gezien de lage rentes. Het is ook geen zin om ons zonder cash te zetten. Het is ook geen zin om boetes te betalen voor niks. Ik vind dat wel belangrijk. Ja. Tweede punt dat ik eraan wil toevoegen. En we zien dat beleid uit de vorige legislatuur ook haar vruchten afwerpt. We zien de belastingen op het niet geadresseerd drukwerk, waar er eigenlijk ook heel wat commotie rond geweest is de voorbije jaren, als leegstandsbelasting lager uitgevallen dan begroot. Van beide belastingen, voor zover dat ik het correct begrepen heb en voor zover dat ik het correct geïnterpreteerd heb uit de verschillende verslagen van vroeger, was het eigenlijk van de beginnen de bedoeling dat activeringsheffing waren. Dus niet de bedoeling voor de kast te spijzen, maar wel om een bepaalde richting te geven aan beleid. Mm-hmm. Getuigen ook daarvan dat bijvoorbeeld na het aanschrijven van 105 panden op de inventaris van de leegstand, bij 41 panden, dus dat is net niet de helft, de eigenaarsmate actie is overgegaan. Dus bij deze, dat zijn een beetje de opmerkingen bij de jaarrekening 2019, die natuurlijk een stuk erfenis is en die natuurlijk een stuk koffiedekking is. Ja. Goed? Ja. Ja, Wouter. Dank je, Wouter. Ja, doe maar, Katrien. Ja, dank je wel, Wouter. Ja, ik kan u daarin volgen. Nu, wat de onroerende voorheffing betreft, we gaan die discussie niet opnieuw openen. Dat is gedaan. Je weet ook waarom. Maar ik kan u één ding zeggen. Er komt een sociaal, maatschappelijk, economisch relanceplan. Je gaat nu zeggen van, je belooft het elke keer. Wel, in die mate beloof ik het nu, dat voor het verlof komt dat plan. Dat is de belofte.
Wat die leningen betreft, ik volg u daarin. Je hebt daarin gelijk. En ik heb dat ook al besproken met Stefan. En we gaan kijken wat daar kan aan verbeterd worden. Wat dat de belastingen betreft, inderdaad, het is zo dat die belastingen eigenlijk het doel hadden van eigenlijk stelselmatig te gaan verminderen. Dat is ook zo. Dat is ook zo, gelukkig. Hè? Moeten we zeggen, het is misschien voor de financiële cijfers dan wat minder goed. Maar goed, dat was ook niet onze bedoeling. Dus inderdaad, we kunnen dat alleen maar toejuichen. Dat van de 105 panden, wat dat verwaarlozing betreft, er inderdaad... Maar is het 41 of is 45 eigenlijk in naam? Dat wil zeggen dat de mensen die de brief gekregen hebben, dat die mensen daar iets aan gedaan hebben. Dus ja, dat is ook de bedoeling, hè, Wouter? Klopt. Dat was inderdaad de bedoeling. Activeringsschatting noemen ze dat. Ja. Bent u tevreden met de antwoorden? Ik ben tevreden met het antwoord en ik kijk heel reikhalzend uit naar het relatieplan. Ik echt reek hals naar uit. En ik wens je veel succes en goede moed en volle hazen geven, Kathleen. Ja, dank je, Wouter. En sorry, want inderdaad, hij had dat op voorhand doorgestuurd. Maar kijk, Rome is straks gezegd, moest je moeten tassen schuiven. En kijk, voilà, ik heb eentje vergeten. Excuseer, ik hoop het dat ik er niet nog vergeten. Mag ik dan vragen? Thomas nog. Kijk, zo nu nog Thomas vergeten. Excuseer, ja. Thomas. Ten jaren, Riet, dat hij vergeven. Staan dat ik verschoten heb van dat ik die vergeten van Wouter Christenzee dan had. Ja. Thomas. Een korte vraag stellen. Eigenlijk kijk naar, naar het financieel jaarverslag. Dan werd er opgemerkt tijdens de raadscommissie dat er eigenlijk meer ontvangsten waren door schadeclaims. De financieel directeur had dan ook vertaald dat dat eigenlijk ontvangsten zijn van verzekeringsmaatschappijen. Mm-hmm. Waaronder de boombakken van de Staatshemse Steenweg. Het is toch opmerkelijk dat er daar groot deel inkomsten zijn van verzekeringsmaatschappijen. En mijn vraag was daarbij of dat er eventueel nog plan zijn om die straat veiliger te maken in de Staatshemse Steenweg. Dus ja, bijvoorbeeld komen we vanuit Staatshem, Tenrij naar de Acacialaan. Oftewel, de collegelaan is nog altijd niet echt optimaal met de bakken. Je moet al redelijk ver vooruit komen om eigenlijk tegenliggers te zien, zowel autobestuurders als fietsers. En ook aan de oversteekplaatsen is het nog niet echt optimaal. Dan eigenlijk kruisende voetgangers. Fietsers niet altijd zien, omdat er eventueel auto's in de weg het zicht belemmeren. En dat is toch iets dat we opmerken dat er daar toch veel ongevallen zijn. En we vragen dus ons af of dat er daar nog mogelijkheid is om binnenkort toch kleine aanpassingen te doen. Thomas. Misschien eerst het financiële aspect. Dat is een in en uit. Het is te zeggen, wat dat wij moeten betalen voor die bloembakken, dat kunnen wij terug recupereren van de verzekering. Wat het mobiliteitsaspect betreft, ga ik overlaten aan Schepenaert. Dank u, Kathleen. Ja, Thomas, mijn ondertussen door een aantal van die opmerkingen van de Staatshemse Steenweg, een aantal van die bakken ook verplaatst. En we staan vast dat het ook een zekere traagheid creëert. Dus, en het feit dat die bakken aangereden zijn, zijn telkens omstandigheden die heel weinig met de probleem dat hij schetst te maken en eigenlijk zelfs niets met dat ik heb bekeken, ze zijn kapot. Ik weet niet of dat mij goed begrijpt. Ze zijn kapot door bijvoorbeeld nachtelijke aanrijding, door aanrijding zonder duidelijke omstandigheden dat we merken. Dus in die zin zorgen ze wel voor vertraging. En we merken dat het poorteffect dat wel speelt om wat trager te gaan rijden. Maar wat dat wel is, Thomas, mij dat hier ook enkele weken geleden goedgekeurd, is dat we de as met de Staatshemsteenweg en inderdaad de Preestraat erin ook aan het herbekijken zijn. Hè. Ook in functie van het ronde punt, inderdaad de Preestraat, Veldreek, Politieke Vangenstraat. Dat we dan aan het bekijken zijn hoe we dat best aanpakken, heel die as, de fietsas. En dat is nu de eerste stap, is dat stuk. Ik moet er misschien aan toevoegen dat er toch wel ook op nagedacht moest zijn. De bedrijven die
In dat eerste stuk liggen dat er toch een aantal voertuigen soms in het midden van de Stadsheim Stilweg staan. Als de generaal de priester dat toch ook niet de bedoeling is. Goed. Dat was tot. Dan mag ik overgaan tot de stemming. Ja, heeft dat voor iedereen goed? Goed, akkoord. Ja. Open VLD, akkoord. N-VA. Ook akkoord. Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding. Fleur. Akkoord. Oké, CD&V. Akkoord. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan stappen wij over naar het jaarrapport van deel 2, de organisatiebeheersing. Ik heb vernomen dat dat de burgemeester zou toelichten. Excuses. Ja. Ja, hier ga ik ook verwijzen opnieuw naar... Sorry, hè. Naar de commissie. Naar de commissie, want dat is opnieuw hetzelfde. Dus het is ook toegelegd geweest door de commissie, maar ik sta uiteraard open voor vragen. Mm-hmm. Zijn er vragen? Ik heb dat punt. Ik heb nu hoeveel niet. Geen tussenkomsten. Dan wil ik vragen om dit goed te keuren. Dan ga ik naar Open VLD. Hallo, Open VLD. U stemt eraf voor punt 16. Wouter en was in de frio, bezig. Akkoord. Ah, dan drie, bedankt. N-VA. Ook akkoord. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Akkoord. Bij deze overstappen naar punt 17 en dat betreft het jaarrapport van deel 3, zijnde het jaarverslag van Haarlembeke 2019. Dat is voor de schepen van informatie. Zijnde Dominique Weddels. Ja, dank u voorzitter. Dit jaarverslag 2019, deel 3 dus, heeft eigenlijk een overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken en geven ons dan ook allerlei nuttige informatie. Het is in de eerste plaats dan ook bestemd voor onszelf, voor de beleidsverantwoordelijken, en is ook een hulpmiddel om inzichten te gaan verwerven in het slagen of vallen van ons werking van de gemeente in het verleden en om hieruit dan ook de nodige gevolgtrekkingen te maken voor toekomstig beheer. In de tweede plaats moet dit jaarverslag dan ook een informatiebron zijn voor ons eigen bevolking en eventueel geïnteresseerden. De openbaarheid van bestuur, de transparantie, is hier in elk geval meegebaat. Het eerste deel is een verhalende beschrijving per departement van wat 2019 voor het departement zelf betekende, is ook rijkelijk geïllustreerd met foto's en linken. Het tweede deel is dan een Excel-bestand en bevat alle cijfermateriaal uit deze verschillende departementen. Als voorbeeldje, net als vorig jaar, geef ik dan ook graag eens de cijfers in zaken onze eigen bevolking. Eind 2019 bedroeg het aantal inwoners van Haarlembeke 28.473 mensen, wat toch weer een bestijging is van 334 extra inwoners. Daarmee volgen we dan ook de trend op van de voorbije jaren. De spreiding van deze bevolking over onze deelgemeenten, die wijzigt wellicht ten aanzien van de voorgaande jaren, zijn de Haarlembeke 75%, waarvan 7% niet-Belgen, Bavikhoven 13%, waar 2,5% niet-Belgen, en Hulste 11%, waarvan bijna 5% niet-Belgen in Haarlembeke. Zijn er dan ook evenveel vrouwen als mannen, wat zeker goed is. De stad telt in totaal 12.474 gezinnen. Dat is toch een stijging van 247 gezinnen ten aanzien van 2018. 93,80% zijn de Belgische inwoners in Haarlembeke tegenover 6,1% niet-Belgen. Van die 6,1% is er 64% EU-burgers, waarbij de Roemeense nationaliteit de koploper is. Voor niet-EU-burgers is de Marokkaanse nationaliteit het meest vertegenwoordigd met 250 mensen. Dit jaarverslag wordt enkel digitaal via de website van de stad ter beschikking gesteld,
maar wie dat wilt, kan nog altijd op vraag een eenvoudige uitprint krijgen. Dit is dan ook al te raadplegen op de website onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, waarvoor ik nu dit vraag, dit jaarverslag aan de gemeenteraad ter goedkeuring te willen voorleggen. Voorzitter. Ik leg dat voor, Dominique. En ik heb een vraag. Maar ik heb daar nu een vraagteken mee gezet. Patrick ging tot tussenkomst, maar zei dat dat verviel zeker. Nee, voor... nee, want punt 19 zou vervallen voor mij hier aan ja, de ja, tussenkomst. Ja, ja, dat wordt. Schepen Dominique zal dat ook zeker wel kunnen beamen, dat wij in de vorige legislatuur, dat wij toch serieus wat uitgaven gedaan hebben in het kader van de energiebesparende maatregelen, zeker daar ook naar onze gebouwen toe. We hebben dat grondig uitgewerkt. Ik denk bijvoorbeeld aan het ESCO-dossier van 1,8 miljoen euro, waar we met ons stad in geïnvesteerd hebben. En ik zie dat het nu nog geen weerslag heeft, zoals ik ook opgewerkt heb de raadscommissie, in de huidige cijfers. Maar ik hoop uiteraard dat dat zeker goed opgevolgd wordt, dat we kunnen zien dat die investeringen die we toen gedaan hebben, dat dat toch wel zijn nut en zijn waarde heeft. Dank je wel. Dank u. En dan had ik geen andere tussenkomsten en ga ik dus voor uw goedkeuring gaan. Op een VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding. Fleur. Akkoord. Akkoord. CD&V. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Riek. Dingen, Thomas Hanke, wist ik al mijn net dat. Ja. Voorzitter, mag ik het nog een keer vragen stellen aan Riek? Ja. Bij punt 16, Riek, was dat onthouding of ja? Bij 16, nee, hij was het ja. Ja, oké. Okay. Toen ik het juist gehoord. Ja. Ja. Punt 18, dat betreft de systeemorganisatiebeheersing, sorry, 2025, de goedkeuring. En de burgemeester gaat dat toelichten. Oei, jij nog moet rust hier. Uw micro. Burgemeester, ja. Zie je het moet rust niet. Ja, nee. Ja, dan nog. Ja, dan nog. Moet je niet houden, ik heb nog altijd geen nieuws. Ja, voilà. Doe het maar. Zeer voort. Zeer voort, ja. Op zo om 10 uur wel niets krijgen, dus. Dus het is zo dat voor de organisatiebeheersing 2020-2025, dat we dat uiteraard moeten doen. En dat we dan als lokaal bestuur, gezien de specifieke bevoegdheden waarover dat we beschikken, dat het van belang is dat het stadsbestuur een zeer betrouwbare en vertrouwde partner is voor zijn inwoners, handelaars en bedrijven. De organisatiebeheersing, dus de kwalitatieve organisatiebeheersing, draagt bij tot de integere organisatie. Dus eigenlijk mogen burgers nooit niet twijfelen aan de integriteit van de organisatie, van de uitvoering van hetgeen dat ze krijgen vanwege de medewerkers. En dat wil er ook voor zorgen, of dat zorgt er ook voor dat onze medewerkers moeten voldoende ondersteund en beschermd worden in de uitvoering van hun job en de onafhankelijkheid en de objectiviteit dat ze aan de dag moeten leggen. Dat zorgt er ook voor dat we de risico's proberen te herkennen, hen helpen om de weerstand te bieden tegen mogelijke verleidingen, tegen moeilijke en soms valse, weerlegbare beschuldigingen en soms dan druk van buitenaf in hun voorbereiding van beslissingen in het bestuur. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat die organisatiebeheersing is opgezet. Dat zit ook in bijvoorbeeld beschreven in de deontologische code. Dat is eigenlijk de basis om ons systeem integer of de medewerkers zich te laten integer opstaan. En in de toekomst gaan we dus eigenlijk samen, of zowel het stad als OCMW, die wel twee aparte rechtspersonen blijven, een gezamenlijk standpunt hebben van organisatiebeheersing.
Dan wordt hier nu voorgesteld aan de gemeenteraad. Als er vragen zijn daar rond, want dat is eigenlijk ook uitgelegd geweest door de raadscommissie voor een stuk. En dat is binnen de contouren van het nieuwe decreet opgesteld geworden. Dank u wel, burgemeester. De interne en de externe audits die er vroeger ook al waren, en die eigenlijk ook in de toekomst gaan opgemaakt worden. Dank u wel. Ik had op voorhand geen vragen daarover. Dus als ik niemand hoor, wil ik overgaan tot de stemming. En ga ik eerst aan Open VLD vragen wat hun stemgedrag is. Akkoord, voorzitter. N-VA. Ook akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. Ah, SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan stappen we over naar punt 19. Dat gaat over de meerjarenplanwijzing 2025, deelstad, de vaststelling. Dat is terug voor onze schema Financiën. Kathleen, alsjeblieft. Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is dus een technische wijziging. In deze eerste aanpassing van het meerjarenplan worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Deze reserveren we voor de aanpassing bij het opstellen van de budgetten voor 2021. Om het meerjarenplan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit, hadden we het kasresultaat uit de jaarrekening 2019 geraamd. Nu nemen we het reële kasresultaat over en dat is €800.000 lager dan geraamd. Het komt voornamelijk omdat er in 2019 meer investeringen werden uitgevoerd dan geraamd. Bij de opmaak van het meerjarenplan hadden we een aantal investeringskredieten dubbel voorzien. Afhankelijk van de uitvoering in 2019 zouden we deze dan bij een eerste aanpassing schrappen in het boekjaar 2020. We kunnen ongeveer €258.000 kredieten schrappen. Omwille van technische redenen werden er ook kredieten verschoven, maar zonder dat deze verschuivingen een budgettaire impact hadden of hebben. Dan hebben we hogere exploitatieuitgaven, namelijk door onderhoud, aankopen in functie van corona en schades. Lagere uitgaven naar aanleiding van bezoldigingen en latere opstart van projecten. Per saldo stijgende ontvangsten met €110.403. Hogere exploitatieontvangsten door schadevergoedingen en de gewestelijke subsidie voor leegstaande bedrijfsgebouwen. De investeringsuitgaven daalden door het schrappen van dubbele kredieten met 2019, dus die €258.000. Anderzijds zijn er ook extra budgetten voor het Marktplein en voor de eindafrekeningen voor School Zuid. De investeringsontvangsten stegen door de verwerking van de overdracht van de boekhoudkundige waarde van de aandelen van het bedrijvencentrum door de VZW Gizee en het opleggen van een financiële last bij een bouwproject. Bepaalde wijzigingen in het exploitatiebudget moeten ook doorgerekend worden in de andere jaren van het meerjarenplan. Dit gebeurt wanneer deze uitgaven een terugkerend karakter hebben. En dan de laatste slide. Al deze wijzigingen hebben een lichte impact op het financieel evenwicht. U ziet in deze tabel een korte samenvatting van de impact. Het kasresultaat, dus hoeveel zouden we op de bank hebben staan als alle schulden op korte termijn zijn betaald en alle vorderingen op korte termijn zijn geïnd. En dan de autofinancieringsmarge, dat is dus hoeveel financiële ruimte is er nog voor nieuw beleid. Door het slechtere exploitatieresultaat, gemiddeld €68.000 verschil per jaar, en het minder goede kasresultaat uit 2019
zijn de 800.000 euro, daalt het kasresultaat met ongeveer 500.000 euro per jaar. Door de geraamde hogere exploitatieuitgaven daalt de autofinancieringsmarge vanaf 21. Ook de wat tragere opname van nieuwe leningen geeft in 2025 een eenmalig negatieve effect op de autofinancieringsmarge. Alsjeblieft, zijn er vragen? Ik had op voorhand vragen door de kring van Wouter Boekaert en Lise Marie Plateau. Wouter, is het eerst dan nu of is het eerst dan Lise Marie? Wat mij is dan tegen? Dag voorzitter. Mijn vragen waren eigenlijk al gebundeld in de jaarrekening van 2019. Dus ik heb onder puntje 5 mijn vragen gesteld. Dus ik laat graag het woord aan Lise Marie. Voilà. Alles, dag Holland. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Ja, ik zag in de meerjarenplanwijziging dat het H5-project van investeringen naar exploitatie verschuift en dat dit dus gehuurd zal worden in plaats van aangekocht. En mijn vraag was of dat mogelijk zou zijn om op de volgende raadscommissie de cijfers en de voorlopige evaluatie van dit project te krijgen. Aangezien dat dit pilootproject nu toch al eventjes loopt. En voorlopig is het enkel de centrumschool die betrokken is in dit pilootproject. En vandaar, ik denk dat het eigenlijk de hoogste tijd wordt dat, tenminste als het project goed geëvalueerd wordt, dat dat ook moet uitgebreid worden naar de andere scholen. Ja, Lise-Marie, inderdaad. Het is overgegaan van aankoop naar leasing. En de reden daarvoor is dat in feite die systemen veel te snel gaan veranderen. En wij willen niet achterop hinken. Wat de uitbreiding betreft, er is inderdaad een vraag om daar meerdere scholen in te betrekken. En dat gaat ook gebeuren, maar Thijs zal daar straks nog wat meer over vertellen. Ik weet niet of dat er nog... om het verslag op de raadscommissie te hebben. Ja, we gaan vragen dat er daar een verslag van komt met de situatie. Ik ga dat meenemen. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Verder zie ik geen vragen. Rita, ik wil nog even... Lise-Marie. Hallo, ja. Rita. Ja. Oké, ça va. Het is inderdaad zo met nu 4 scholen, dat we in het centrum dat we de uitbreiding willen doen voor met 4 scholen, Lise-Marie. Het gaat over het Geo de Ter Havers, de pre-basisschool Heilig Hart, de Vleugel en de Maria-school. En ik ga vragen aan Ellen, die toch dat project toch overziet, dat ze inderdaad, zoals dat Kathleen zei, dat ze ook dat een keer naar raadscommissie brengt. Ik had die vraag al opgevangen. Dus het is daar dat we ook de agenda van de raadscommissie ook moeten bekijken, maar ik ga dat zo snel mogelijk erop zetten. Oké, okay, dank u wel. Ja, okay. Dank u wel. En dan stemgedrag voor punt 19. Oké, okay, voor ons. Ja, oké, okay, voor de Open VLD. Dan N-VA. Akkoord. Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding. Fleur. Akkoord. Oké. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel daarvoor. Nu moet ik officieel schorsen. En gaan we heropenen in OCMW-zitting. Voor het punt 20. Want dat is de meerjarenplanwijziging 2025, deel OCMW. Kathleen, het is terug aan u. Ja, de meerjarenplanwijziging is dezelfde, aangezien dat het OCME nu vanaf 2020 ingekanteld wordt bij de stad. Dus dat is identiek dezelfde. Ik ga ze niet opnieuw herhalen. En ik had er ook geen tussenkomst voor. Dus ik ga onmiddellijk over naar de stemming. Open VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Vlaams Belang. Antwoord. Houding. Ja, Fleur. Ja. Akkoord. Ja, CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Oké. En dan gaan we verder met het OCMW. Oh, mijn papier. Voilà.
En ik denk dat we hier ook met enkele herhalingen. Dus burgemeester Tien moet naar moeders van. Het eerste punt die op u daar van de Raad van Maatschappelijk Welzijn staat, moment dat past dus eentje gehad, is de formatie status CMW-goedkeuring van de wijziging. Dat was punt 12 op de gemeenteraad. Alleen, was je daar nog iets aan toe te voegen? Nee. Ook voor punt 2 gaat dat. Dat is hetzelfde als punt 13. Ja. Mag me niet juist, nee. Ben je aan het kijken, dan moet wat dat er moet gestemd worden tot nu toe. Dus punt 1, 2 en 3 zijn de identiek aan de punten die reeds besproken zijn. Gemeenteraad, ja. Dus niet mak overnemen, nee, al die stemming. Dus 3 is hetzelfde van punt 14. Hetzelfde agenda punt moet overgenomen worden. Maar de secretaris al de stemming overnemen, nee? Ja. Ja, akkoord. Van, ja, ik ging zeggen naar Rikok. Voilà, daar zijn we dan al door. En dan zijn we aan punt 4 van onze dagorde. En dat is lidmaatschap De Shift. Ze vragen daarvoor onze goedkeuring. Ik ga daarvoor voor de een beetje uitleg naar Lien Kalwaar. Ja, dank u, voorzitter. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn voor stad Haarlembeke geen onbekende. Het strategisch meerjarenplan is daar ook binnen gekaderd en we zijn door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling als SDG Voice 2020 aangeduid. Nu, het realiseren van die doelstellingen kunnen wij als bestuur niet alleen, dus moeten we proberen om zoveel mogelijk actoren op ons grondgebied daarbij te betrekken. Een van die actoren, dat zijn onze ondernemers, om hen proberen warm te maken voor duurzaam ondernemen. En De Shift is een Belgisch verzamelpunt voor duurzame ontwikkelingen, waarbij dat leden en partners de transitie willen maken naar een duurzame samenleving en economie. Ze brengen 440 bedrijven, NGO's en andere organisaties samen en organiseren allerlei activiteiten en workshops over uiteenlopende thema's zoals mobiliteit, energie, werk en inclusie, ongelijkheid verminderen. Normaal gezien is het zo dat een bedrijf zelf moet aansluiten bij het netwerk, maar De Shift is bereid om een eerste jaar de stad Haarlembeke als lid toe te laten, zodat wij zelf het aanbod naar de ondernemers kunnen brengen, hen de mogelijkheden tonen van dit netwerk en hen ook kennis laten maken met andere partners in dat netwerk, zodat ze zelf kunnen nageven op welke thema's ze willen intekenen en welke thema's hun interesse wegdragen. Het is een soort proefproject dat start vanuit Huis van Welzijn onder lokaal mondiaal beleid. Dit eerste lidmaatschap kost €500. En mocht het zijn dat dit project een positieve evaluatie heeft, dan kan de ondersteuning voor de ondernemers opgenomen worden binnen de budgetten economie voor 2021 en 2022. Dit bijvoorbeeld door een deel van het lidgeld bij te passen voor de bedrijven of door als stad opnieuw een gezamenlijk lidmaatschap te onderhandelen. Maar dus omdat het een proefproject is, komt het eerst onder de budgetten van lokaal mondiaal beleid. Voilà, dit lidmaatschap wordt jullie ter goedkeuring voorgelegd. Ook hier had ik geen vragen, dus ik ga over tot de stemming van punt 4. Open VLD. Patrick vraagt het woord. Patrick Larot vraagt het woord. Patrick. Ja, dank u, voorzitter. Kort, ik had het eigenlijk niet voorbereid, maar het is gewoon... Nee, ik kan het niet kregen. Dat Lina de Schutte op geantwoord geeft. Mijn vraag was eigenlijk gewoon, hoe komt het dat dit nu via het OCM geregeld wordt, dat eigenlijk niet via de dienst lokale economie. Ik hoor u zeggen dat het vervolg daar wel richting economie gaat en dat ook de budgetten dan zullen moeten voorzien worden vanuit de economie. Dus dat was eigenlijk gewoon mijn vraag, hoe komt het dat het nu eerst op het OCM staat en dan pas later eigenlijk naar de economie verhuist. Ja, omdat het... aangewezen is om op dit moment de stap te initiëren, om die volgende stap te maken, om het land eindelijk terug van... Oei. Hallo? Ja. Ja, dat was het moment precies dat we een beetje weer zien.
Ja, dus net om de reden dat ik gegeven heb, het is een proefproject. Het gaat over de SDGs. We kunnen dat vanuit lokaal mondiaal beleid hebben wij de mogelijkheid om proefprojecten op te starten. Een soort experimentfase. En op het moment dat zoiets goed werkt, dan wordt dat overgegeven aan de dienst die daarvoor bevoegd is. Dat is eigenlijk ook gebeurd met bijvoorbeeld het sporten voor vrouwen in de namiddag. Is ook begonnen vanuit de budgetten van Huis van Welzijn en toen bleek dat een groot succes te hebben en dan is dat ook opgenomen binnen de budgetten van de sportdienst. Maar ik neem dus aan dat dus ook van bij de start ook de dienst economie hierbij betrokken wordt. Ja, uiteraard. Ja. 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 Okay, nu, het is ook afwachten, Patrick, in welke mate dat daar veel interesse gaat voor zijn. We weten dat niet, we kunnen dat momenteel ook niet echt inschatten. Oké, dankjewel. Dan gaan we toch stemmen. Open VLD. Akkoord. Ja, en VIA. In Belang van het Land. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Punt 5, dat is de aktename van het jaarverslag van het Huis van Welzijn van 2019. Lien, alstublieft. Ja, dank u voorzitter. Dat is uitgebreid toegelicht op de raadscommissie op 2 juni. Dus ik ga niet in herhaling vallen, maar ben uiteraard wel beschikbaar voor vragen. Dank u wel. Ik had daar op voorhand geen vragen bij gekregen. Dus ik veronderstel dat we dan mogen stemmen dan op een VLD. Akkoord, voorzitter, maar ik wil nog even heel kort de diensten bedanken voor de uitvoerige rapport. Voilà, ik had al nog een miste om mee overslaan. Dankjewel, Wouters. N-VA. Akkoord. Akkoord, Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding, Fleur. Akkoord. Akkoord, CD&V. Akkoord. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan gaan we over naar het rapport van de organisatiebeheersing OCMW 2019. Dat zal ook de burgemeester waarnemen. Voilà, ik hoor het u graag zijn, meneer de directeur. Excuseer, dat is... Het volgende is hetzelfde van punt 8. Ben te snel, ja. Eerst punt 6. Burgemeester, wens je daar een stuk toelichting te geven? Nee, ik denk dat dat eigenlijk voldoende is. Ja. Ah, wel, dan als er vragen zijn, dan wil ik uiteraard antwoorden op de vragen. Zeg, ik kan geen op voorhand ben. Ja. Voilà, we gaan stemmen. Open VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Oké, Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Punt 7 is inderdaad hetzelfde punt als de gemeenteraad punt 18. Burgemeester, wens je daar nog iets aan toe te voegen? Nee, hetzelfde. Stem met dat. Dat is hetzelfde. Ja. Voilà, mijn stem. Akkoord. Open VLD, akkoord. N-VA. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan jaarrapport 2019, deel 1, de jaarrekening. Kathleen en Lien, denk dat Kathleen eerst het woord neemt. Ja, cijfermatigen neem ik voor mijn rekening. Terug wat cijfers. Er was een lichte over... Carlo, kun je een keer... de eerste slide nemen. Ja, dank u wel.
Zoals jullie zien was er een lichte overbenutting van de exploitatieuitgaven. De budgetten 2019 waren gebaseerd op het vroegere meerjarenplan van het OCMW en deze waren te krap geraamd. De uitbetaalde bezoldigingen lagen hoger dan voorzien omwille van drie redenen. De bezoldiging van het politiek personeel was verkeerdelijk niet voorzien in de budgetten van het OCMW. Er werd meer responsabiliseringsbijdrage aangerekend. Er was een negatieve correctie van de subsidie sociale Maribel, die als negatieve uitgaven wordt geboekt. Er werd eveneens een aanpassing uitgevoerd naar de periodiciteit van de boekingen, waardoor er in 2019 een kwartaal minder werd geboekt dan in het vorige boekjaar. Er werd meer leefloon uitbetaald dan was voorzien. De uitbetaling van leefloon en dergelijke kende opnieuw een lichte stijging. Bij andere operationele uitgaven was er een aanpassing voor betaalde RSZ uit het verleden die nog niet budgetair werd verwerkt. De onroerende voorheffing voor 2 jaar werd in boekjaar 2019 betaald. Dan hebben we de evolutie van de steunverlening. Er was opnieuw een lichte stijging van de steunverlening. De uitbetalingen liggen nog steeds wat lager dan in 2016. Op dat moment waren er evenwel nog meer plaatsen binnen het LOI. De exploitatieontvangsten. De ontvangsten evolueerden mee met de uitgaven en er waren meer uitbetalingen in sociale steun en hierdoor waren er dus meer specifieke werkingssubsidies. De werkingsontvangsten lagen in realiteit heel wat lager omdat de concessie op gronden voor uitbating van windmolens nog niet van start kon gaan. De subsidie van de stad vormt uiteraard het grootste gedeelte van de ontvangsten. Dan gaan we over naar de investeringen. Carlo? Ja, dank u. Het OCMW investeerde in de periode 2014-2019 ruim 27 miljoen euro in sociale dienstverlening. Ongeveer 5,7 miljoen euro werd hiervan gefinancierd door subsidies of verkoop van patrimonium. Het saldo werd gefinancierd met nieuwe leningen, zijnde ruim 21 miljoen euro. Tegenover die nieuwe leningen staat wel nog de VIPAS-subsidiering die verkregen werd voor de bouw van de vlinder. In de eerste 4 jaar gingen de investeringen voornamelijk naar ouderenzorg, doorgangswoningen en buurtwerk. In de laatste 2 jaar werd er patrimonium verkocht die als investeringssubsidies werd doorgegeven aan het pas ingerichte zorgbedrijf. In totaliteit zal er in de periode 2018-2020 ongeveer 2,7 miljoen euro patrimonium zijn verkocht. Het kasresultaat, wat het OCMW dus overgeeft na het betalen van alle schulden en innen van alle vorderingen op korte termijn, daalde naar het einde van de legislatuur. De daling heeft voornamelijk te maken met de oprichting van het zorgbedrijf, waardoor er een stuk van de liquide middelen verdween. Het kasresultaat lag elk jaar hoger dan initieel gebudgeteerd, onder andere door een lager investeringsritme dan voorzien in het budget. En dan de laatste slide. De autofinancieringsmarge daalde sterk tot bijna nul in 2019. Ook hier speelt de oprichting van het zorgbedrijf een grote rol, omdat een groot stuk van het exploitatiebudget wegviel. Hierdoor verminderde de kans op grotere overschotten binnen de exploitatie. De autofinancieringsmarge was voor de meeste jaren gelukkig veel beter dan voorzien in het initieel budget. De laatste 2 jaar stemde de reële autofinancieringsmarge ongeveer overeen met wat gebudgeteerd was. Dit betekent dat er eigenlijk geen marge is voor nieuw beleid of om budgettaire tegenvallers op te vangen. Alsjeblieft, zijn er vragen? Misschien eerst de toelichting door Lien.
Ja. Net als de burgemeester ga ik verwijzen naar de toelichting van Ellen op de commissie. Maar dank uiteraard voor vragen beschikbaar. En ik heb op dit punt op voorhand geen vragen gekregen. Dus als ik niemand hoor, ga ik over naar de stemming. Punt 8. Open VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Akkoord. Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding. Fleur. Akkoord. CD&V. Akkoord. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u. En dan gaan we naar punt 20. Dat is de meerjarenplanwijziging 2025. Deel OCMW, de vaststelling. Dat is ongeveer ook hetzelfde dan punt 20 daarnet. Kathleen, moet je daar nog iets aan toevoegen? Nee, want het is hetzelfde. Ja, voilà. Dus ben ik blij om ook daar naar de stemming over te gaan. Open VLD. Akkoord. N-VA. Ook akkoord. Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding, Fleur. Akkoord. Akkoord, CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Ja, dank u wel. Dit gezegd zijnde, mogen wij overgaan naar de varia. Specifiek voor het OCMW heb ik geen varia, maar men daar straks de gemeenteraad geschorst en dan puntje 21. Heb ik gezegd, we gaan dat naar het OCMW doen bij deze varia van de gemeenteraad. Ik kreeg op voorhand tussenkomsten door Van Wouter Boekaert, Lise-Marie Plateau en André Van Assen. Dus waarvan, algemeen directeur, dat we al de tussenkomsten grotendeels, grotendeels op papier hebben. Allee, of op elektronische drager. Wouter, jij eerst als fractieleider? Ja, oké. Dank u wel, voorzitter. Voilà, twee uitdrukken. Ik ga eigenlijk beginnen met iets dat niet op papier staat, maar ik wil toch een keer beklemtonen en een chapeau voor onze dienst, was dat, voor in de tijden dat we meegemaakt hebben de voorbije maanden, om heel flexibel en constructief en flexibel te reageren op alle zaken die op hen afkomen, er ook er geweest te zijn. Dus, ik vind dat wel een belangrijke om nog even te vermelden. Wacht, ik ga eens mijn camera aanleggen. Voilà. Dat is misschien iets gemakkelijker, hè? Want als dat zonder camera is, dan zie je het. Ja. Mijn welgemene dank naar alle diensten van stad. En als ik zeg diensten van stad, dan gaat het ook over Huis van Welzijn, gaat het ook over OCMI, gaat het ook over de stadsdiensten en korte keten, om het zo te noemen. Dus dank je wel. Mijn volgende vraag, of mijn vragen waren eigenlijk heel simpel. Ik kan in de pers lezen dat er herstellingswerken zijn gebeurd aan het warmtenet, ten gevolge van de lekkage. Is er zicht op de oorzaak ervan? Is er nog onder garantie? Of is de schade veroorzaakt door derden? Kunnen de kosten gerecupereerd worden voor de herstelling? En die niet, is dat niet eigenaardig dat er al zo vroeg na de aanleg schade zou zijn gebeurd? Dus ik heb geen zicht op de situatie. Ik had daar graag wat verduidelijking over gehad. We hebben in de pers gelezen dat de werken aan de markt ten gevolge van de gekende situatie vertraging hebben opgelopen. Logisch, ja goed. De import- en exportketen zijn zwaar stilgevallen of vertraging oplopen. Is er al verder zicht op afwerking, timing, et cetera, et cetera? En dan maatregelen economie, last but not least, dat is mijn stokpaardje, zoals dat jullie weten. We zien dat bepaalde steden aan hun burgers een bedrag ter beschikking stellen om lokaal te spenderen. Kan dat ook niet gedaan worden in Harelbeke en eventueel zodoende ook de wereldkaarten
nog wat extra te promoten. Want het zal nodig zijn om ons lokale handel te ondersteunen. Want de cutdown gaat snel, of de lockdown gaat snel, maar terug opstarten gaat altijd veel trager dan het afsnijden. Dus ja, ik had graag jullie visie gehad als bestuur. Dankjewel. Ja. Mag ik eerst al de variapuntjes overlopen en dan verdelen per schip? Uiteraard. Dus ik had een tweede tussenkomst van Lise Marie, die een tussenkomst heeft rond vakantie in Engeland, corona en de derde betalingsregeling van de NMBS. Lise Marie, het is aan u. Ja, dank u wel. Inderdaad, goed samengevat. Het eerste variapuntje gaat over de speelstraten. Dus in het goed en ik zomer West-Vlaams, of eigenlijk kortweg vakantie in eigen land, zou ik willen vragen dat de stad actief inzet op het promoten van de speelstraten. Ik heb vorige week, of het was deze week maandag, naar het terugkoppelmoment van de kindergemeenteraad geluisterd. En vond het jammer om vast te stellen dat 3/4 van de bevraagde kindergemeenteraadsleden nog geen speelstraat in hun eigen straat heeft gehad. Dus ik merk eigenlijk dat deze mogelijkheid nog altijd te weinig gekend is bij onze inwoners. En zou dan ook met het oog op de zomervakantie willen vragen om een extra effort te doen, zodat er hopelijk veel speelstraten kunnen worden georganiseerd deze zomer. Dat was het eerste variapuntje. Tweede dan over corona. Het wordt ondertussen een maandelijkse gewoonte, maar ik ga het blijven herhalen. We hopen met onze fractie dat er snel een relanceplan komt voor Haarlembeke. En mijn vraag was, wat is de vooropgestelde timing? Maar ik hoop dus dat het de laatste keer zal zijn dat ik zal moeten vragen wanneer het komt. En dat het dus inderdaad voor de zomer zal op tafel komen te liggen. En ook nog in dat kader, ondertussen kwam er ook goed nieuws voor onze lokale verenigingen. Want de Vlaamse regering heeft aangekondigd van €276.721 vrij te maken om onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in Haarlembeke te steunen. En mijn vraag is, wat zijn jullie hiermee van plan? En we hopen alvast dat dit geld rechtstreeks naar de Haarlembeekse verenigingen zelf zal terugvloeien en dat het niet zal verdwijnen in de pot van algemene werkingsmiddelen. En dan tot slot wil ik het ook nog hebben over de derde betalersregeling. Zoals jullie allemaal weten stond dat vorige maand op de agenda van de gemeenteraad. Maar toen vernamen we dat het dus blijkbaar niet mogelijk was om een tegemoetkoming van 10% te doen. Het was ofwel 0% of 25%. En we waren dan ook heel blij om te vernemen dat de 25% behouden blijft en dat jullie dus een budget gezocht en gevonden hebben. Maar we vonden het wel straf dat hier zo mee werd uitgepakt op sociale media. Want als de NMBS niet had laten weten dat die bijdrage van 10% niet mogelijk was, dan was die besparing er gewoon doorgekomen. Dus nu uitpakken met het feit dat jullie een besparing hebben tegengehouden die jullie eigenlijk zelf wilden uitvoeren, vind ik echt wel heel straf en wilde ik hier toch nog een keer herhalen. Dat was het voor mij. Dank u wel, Lies Marie. Ook André van Assen had het over steunmaatregelen voor verenigingen en evenementen. André, het is aan u. Ja, dus Lise Marie heeft dat al gevraagd, maar ik heb nog twee andere vraagjes. Ja, en de scheepnieuwe constant antwoord. Ja, zeg maar weg. Niet naar mij. Wat gebeurt er met het budget voorzien voor de wielerwedstrijden die niet doorgaan in 2020? Ik denk dan meer bepaald aan de E3 Bing Bang Classic, de E3 Haarlembeke, en Leijendal Koersen. En misschien ook de wielerwedstrijden in Hulsten. Dus het tweede puntje is dan, wat gebeurt er met de kermissen in Groot Haarlembeke? Ik ga dat algemeen houden. Gaan die door? Wat is het standpunt van de stad ervan? Dank u wel. Dank u wel. Heb ik van de NVA mailtje gekregen dat zowel Patrick als Wout varianten, maar waarover dat zetten, wij hopen dan dat je uw teksten doorstuurt naar de algemeen directeur. Wie uiteraard gaat daar eerst? Wout eerst. Ja, ik zal anders eerst uiteraard sturen we alles door.
Ja, misschien nog een keer op aansluiten wat Lise Marie zei in verband met de derde betalingsregeling. Ja, dat klopt. Hé. Als ze komt aankondigen dat je een besparing gaat doorvoeren, om dan uiteindelijk te zeggen, we hebben onze eigen besparing tegengehouden. Ja, als we zoals nieuws gaan maken, dat is natuurlijk makkelijk te doorprikken. Dus jullie mogen dan nog veel doen, maar dat zal alleen maar in het eigen nadeel werken. Wat ik nog wou zeggen in de VARIA, in verband met de horeca en de terrasuitbreidingen. Ja, zeker een proficiat voor de inspanningen die hiervoor geleverd zijn naar onze horeca toe. We zien naar veel steden en gemeenten. Ook fijn dat in Harbeek te zien is. Ik denk bijvoorbeeld aan Hulsterdorp, waar het eigenlijk nog een pak gezelliger is geworden. Daar zijn dan ook borden gekomen, waarvoor dank ook voor de aanpassingen te doen na, na de opmerkingen van Patrick. Waarop staat opgepast terrassen en de wegversmallingen. Dat is een zeer goed idee. Het zou misschien zelf interessant zijn om dat eens goed te evalueren of dat niet mogelijk is om dat eigenlijk in de toekomst, in de zomer, eigenlijk permanent te blijven behouden. Het is zowel extra reclameaanduiding dat er terrassen zijn en het is ook een extra veiligheid die ingebouwd is. Maar nog misschien de volgende vraag. Waarom staan die borden er eigenlijk ook niet in Bavikoven, Staatshem of bepaalde plaatsen in Harderbeek? Bijvoorbeeld zeker in Bavikoven, waar de terrassen eigenlijk zelfs tot op straat staan, zou dit eigenlijk wel gekomen zijn. Gezien de ligging ook in Bavikoven met een bocht in het centrum, zou dat eigenlijk toch wel interessant zijn. Dank u wel. Dank u. Dat is hier dan voor deze. En Patrick. Ja, dank je voorzitter. Mijn eerste vraag is ook voor Schepen Dijsnaert. Je weet, ik ben al verschillende malen tussengekomen in verband met het droogteplan. En zelf heb ik via onze partij, ook via de gouverneur en via het kabinet De Mier, een tal van info, documentatie en studies ontvangen, recente en minder recente. Stuk voor stuk zijn dit prachtige documenten, die zelfs voorstellen en oplossingen aanreiken. Alleen op het terrein gebeurt er weinig of niks. Terug naar Harelbeke nu. Groot was evenwel mijn verbazing toen ik langs de N36 de hele bordenvergunningsaanvraag zag verschijnen. Waar ik in eerste instantie dacht dat het ging om het oppompen van water uit de leien ten bate van de firma Agristo, net zoals die dat in Wielsbeke doen, moest ik tot mijn grote verwondering in de collegenotulen van 12 mei lezen dat het ging over het lozen van overtollige water. 325.000 kubieke meter, alsjeblieft. De landbouw schreeuwt om water. En langs dit traject zitten er verschillende bedrijven, zelfs kwekerijen, die dit water zeker kunnen gebruiken. Mijn oproep nu is om dit water te bufferen en voor te behouden voor onze landbouwers. Deze bufferreservoirs kunnen ofwel op een ander site komen, kunnen zelfs in open ruimte komen. Er is zeker plaats genoeg langs dit traject of zelfs in de Beekvallei. En als wij als stad wat soepel zijn qua vergunning, moet dit toch wel kunnen. Een mooi voorbeeld hiervan is de firma Ardo uit Ardooien, die zelf buffert en dit water gratis beschikking stelt van de boeren. Het gezuiverde afvalwater van het groenteverwerkende bedrijf Ardo zal sedert 2018 augustus wordt gestockeerd in een bufferbekken van 150.000 kubieke meter. En via een bijhorend pomphuis wordt het water in een netwerk van 25 kilometer ondergrondse leidingen doorgepompt. Het netwerk verspreidt dus eigenlijk water over een oppervlakte van 500 hectare landbouwgrond en bevat eigenlijk 150 afnamepunten. Dus de voorbeelden zijn er. En graag had ik ook hier de stad ergens het voortouw of de leiding in zien nemen. Want ik weet ook zeker van u, Schepenaert, dat u water als zeer belangrijk acht. En ik hoop dat u dit mee kunt faciliteren. Dit was de tussenkomst. Dan heb ik een tweede tussenkomst. En die is eigenlijk naar het volledige college toegericht. Maar eigenlijk vooral ook naar Schepen Francis Patijn. Dit wordt blijkbaar de legislatuur van de naamsveranderingen. Na het vrije omgezet naar de Nieuwe Markt, na de omvorming van SABV naar AHA, na de wijziging van Milieuraad naar Klimaatraad, krijgen we vandaag de omvorming van de Noord-Zuidraad naar de Wereldraad. Let wel, wij zijn met onze fractie niet tegen deze naamsveranderingen en ook niet tegen de procedure zoals ze hier voor ligt. Echter moeten wij onlangs
net voor de raadscommissie met heel veel trots de wijziging vernemen van de naam SAMW tussen haakjes D naar de naam HAP. En hierbij heb ik toch wel enkele opmerkingen. In de vorige legislatuur heb ik hier enorm veel opmerkingen rond mogen horen. Ook toen, bij het opmaken van de nieuwe websites, was er reeds sprake van wijziging van naam voor onze academies. Het ging toen Academie Podium en Academie Beeld worden. Maar na enkele vergaderingen bleek al gauw dat de tijd er toen nog niet rijp voor was. Iets later werd dan toch de naam AHA gelanceerd, ondertussen goedgekeurd in deze legislatuur, dit door het SAB zelf met de daaropvolgende opmerkingen in de gemeenteraad. En ik ga enkele citaten uit de gemeenteraden van de voorbije legislatuur. Ik ga ze niet allemaal doen, want dat zou mij te ver leiden. Maar het is ook een stuk gericht naar onze voorzitter, Rita Beyaert. Vooral de tussenkomsten kwamen van haar hand als fractievoorzitter van de CD&V. Absoluut. Ik heb een probleem met het gebruik van het woord AHA. Dat is van de tussenkomst in 16 januari 2017. In de toegelichting van nota van deze gemeenteraad. De officiële naam van het SABV is SABV en niet AHA. Idem voor SAMW. De D is zelfs niet wettelijk en geen officiële benaming. Ik zou het aanraden om deze niet in de notas te gebruiken. Zo kan ik nog een viertal maal gemeenteraden, 16 oktober, 19 november, en dan komen we in deze legislatuur, waar we op 15 april 2019, dus de naamswijziging van de Academie Haarbeek Anders, goedkeurden. Mm-hmm. Er waren ook verschillende tussenkomsten van raadslid Rick van Nabele. Ook verwonderd dat, dat jullie dit voorstelden, omdat dat toch naar het staatblad moet. En daar kwam de reactie op van Schepenpartijen. Juist omdat het naar het staatblad moet, stellen wij deze aan de gemeenteraad voor. Tuurlijk. Het is een prerogatief voorrecht van de gemeenteraad en ik wil deze vragen of jullie akkoord zijn. Dan kwam de vraag van onze fractievoorzitter, Wout. Komt er in het SAMW dan ook een naamsverandering? Daar kregen wij toen, een klein jaar geleden, geen antwoord op. Ook een tussenkomst van de laatste Willy van de Meulenbroeken. Mijn verwondering is omgeslagen in bewondering. Ik ben heel tevreden met de duidelijkheid die er eindelijk komt in dit dossier. En dan, voor u, voorzitter, u stemde tegen en het ziet u dat u in dit dossier ook toen wel consequent bleef. En ik ga nu nog eens uw woorden gebruiken. Hey, heer. Ik zit in de meterraad, ik kan niet lang bouwen. Maar ik heb... Micro. Ja, en ik ga nu zelfs uw woorden gebruiken, voorzitter, in vele van deze dossiers. Dit getuigt van totaal geen respect voor onze gemeenteraad. Absoluut. Ik sta er nog achter. Ik wil daar nog aan toevoegen, meer nog, wij merken nu, en het is daarnet ook al aangehaald door Wouter en door Lise Marie, wij merken ook in andere dossiers dat wij meer en meer alles moeten vernemen van de pers. Niet via de raadscommissies en niet via de gemeenteraad. Er zijn al een paar punten gehad, dus het is eigenlijk duidelijk een gebrek aan respect voor deze gemeenteraad. Nu heb ik volgende vragen voor Schepen Francis. Moest deze naamsverandering naar HAP ook niet eerst via de commissies en via de gemeenteraad passeren? Is dit nu eigenlijk al officieel? Dan over de P van HAP. Eigenlijk zou dit ook nog staan volgens uw tussenkomst voor Peter Benoit. Maar men wil het eigenlijk niet toegeven, maar eigenlijk is Peter Benoit er wel afgevallen, want de P staat duidelijk voor podium. Men had er bijvoorbeeld HAPB van kunnen maken, een toevoeging van letter B, die eigenlijk geen wijziging uitmaakt in de uitspraak, zodat men toch HAP bleef zeggen en dat eigenlijk de initialen van Peter Benoit bleven behouden. Een bijkomende vraag, wat zijn eigenlijk de extra kosten die zo'n naamsverandering meebrengt? Ik denk maar aan layout, briefwisseling, vlaggen enzovoort. En zijn deze ook wel gebudgeteerd geworden? Terug naar u, voorzitter. Ik weet niet, ik ben benieuwd of u ook hier consequent zult blijven en dus hier ook een tegenstem zal geven. Mm-hmm. En dan nog een bijkomende vraag voor Schepen Francis.
In de vorige legislatuur is mij toen ook gevraagd om naamswijzigingen door te voeren in onze stedelijke basisscholen. En dat was eigenlijk een beetje gepland, liefst nog voor de opening van de stedelijke basisschool Zuid. En ook net omwille van die allemaal oudbollige benamingen. Maar ook toen was het dossier daar nog niet rijp voor. Zal dit nu ook gerealiseerd worden in deze legislatuur? Ik ben alvast fan. En voorzitter, ik heb dan eigenlijk nog een tussenkomst en ik een vraag naar u. Maar ik zou die liever op het einde van de gemeenteraad doen, als u dat wilt onthouden. Ja. Ik ga ook eerst het woord geven aan de schepenen om te antwoorden. Maar ik ga er ook graag iets naar die ik ga mijn stemgedrag verantwoorden. En ook dat van vandaag erbovenop. Ja. Dankjewel. Dus, maar ik ga eerst de schepen aan het woord laten. Wacht, ik kan nu een beetje juist de volgorde pakken. Ik eerst van Wouter Boekaert. Dat gaat over het warmtenet. En dan ook de verstoring van de leveringsketels. Dat waren twee vragen voor Schepenaert. U, Schepen Patrick, had ook twee vragen voor... En Wout Patijn ook voor Schepenaert, zijnde de waterhuishouding en van Wout de terrassen. En met die volgorde, dan heb ik voor Schepen David van de Kerkhoven de Speelstraten. En dan heb ik voor een bepaald punt van corona. Oei. De Hank. Sorry, ben te kijken. De Hank. Nee. Een ander punt. Dan heb ik rond corona, dus de tussenkomst van Lise Marie zit rustig in voor David, voor Schepen David van de Kerkhoven, voor Dominique Wendels en Francis Patijn, want het gaat daar over jeugdsport en de cultuurverenigingen. En dan ook André van Assen, een van de steunmaatregelen, dat zal grotendeels samen met de kermissen voor Dominique zijn. En ben bijna rond, denk ik, ja. Voilà, wie neemt daar eerst het woord? Ik verdacht okay. Thijs. Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Eerst en vooral, Wouter, lekkages en zo van het warmtenet is eigenlijk verantwoordelijkheid van Fluvius. Daar zijn ze dan mee bezig. Ik zou me navragen hoe dat komt. Ik heb dat ook gehoord, dat er toch een lekkage was. Dat gaat waarschijnlijk bij de aanleg geweest zijn dat ze dat nu ontdekt hebben. Maar ik wil dat wel kunnen navragen hoe dat komt. Ik weet wel... Dat er geweest is, maar de fijne dingen, de meer details heb ik daar ook niet over. Ik wil dat wel kunnen afvragen als dat wil. Maar dat is wel degelijk geen kosten voor de stad, dat gaan naar Fluvius. Goed? Dat is het belangrijkste, Thijs. Ik dacht wel dat inderdaad reden was. Het is wel eigenaardig dat er zo kort in het regio... Ja, belangrijk. Oké. Okay. Moet zeggen dat ik ook even, maar dat waarschijnlijk moet weten dat er heel veel sensoren in die buizen zitten. Voor daar alles te controleren. En er zijn ook problemen met die sensoren ook. En blijkbaar heeft dat heel snel door wat er aan de hand is. Wat dat ook beter is, maar altijd technologie. Het is technologie natuurlijk. En in de, van de markt, dat klopt, dat we daar dus met vertraging zitten. Onze stenen zitten vast in China. Worden met van nabij opgevolgd door de leveranciers. Men al een deel staat hier en ze zijn al begonnen ook. Anders moet ik gaan kijken. Het ziet er wel direct heel anders uit. Maar er zit nog een deel vast dat we nog niet weten wanneer dat ze juist gaan overkomen en aan de rechtdatum. Maar goed, we zijn er nog niet helemaal zeker. Dus het is heel moeilijk om daar een datum op te kleven. Wij gaan uit toch dat we in september toch ergens moeten kunnen... verder doen, actief verder doen, dat die wel tot een einde moet komen. Maar het probleem is toch nog dat we er een aantal weken niet uit mogen, bijvoorbeeld, omdat dat moet ingarden. En dat we daar, dus de markt is op dit moment niet exact te zeggen wanneer, maar we volgen dat van heel naar mee op, die levering. Dat is trouwens via Beltrami.
Vandaar mijn verwijzing ook daar juist. Ik begrijp, Thijs, heel goed. Twee zaken die ik daar wil toevoegen. Eén, ik ben er ook gepasseerd met de fiets dit weekend. En dat klopt inderdaad. Er is al heel veel gedaan. Dat is één. Twee, wat ik ook nog wil zeggen, is dat er naar de werken toe heel veel vordering gemaakt is, ook naar Leiboorn toe. Ook de Vestrap die in werking is. Allee, het is heel veel goede werk geleverd, alle begrip voor de vertraging. Maar mijn vraag was eerder naar timing toe. Ja, dat is wat ik probeer te zeggen, Wouter. Ik wil er niet meer niet vastpinnen. Maar wij gaan er toch vanuit dat we in september actief kunnen verder doen, ook met het leggen van de markt. En ik zeg het onder voorwaarden, omdat ik niet zeker kom je er niet op vastpinnen, omdat dat is veel onduidelijkheid. Begeven. Maar we doen er alles aan om dat in orde te krijgen. Misschien, ik hoor je zeggen van de vestrap, maar we hebben ook de fietsbrug, er zijn testen geweest, nu onlangs nog in. Ook daar willen we zo rap mogelijk dat die open gaat, hoe rapper hoe liever. Zetten we ook wel druk, maar de waterweg wil echt heel zeker zijn dat ze in orde is. En de testen dat begin juni of eind mei gedaan werden, waren blijkbaar niet in orde. Dus ze zijn nu hertest onlangs en de resultaten aan het afwachten. Dus ook daar zetten we wel wat druk, omdat deze tijd van het jaar het moment is om te kunnen gebruiken. Er is geen deel, denk ik, dat wat voor Wouter, dat worden jouw vragen, hè? Ja, inderdaad. Ik wil juist niet in het Boeddha-verhaal komen van Kortrijk. Dat is correct. En dan... Staan er twee, een van Patrick rond het waterhuis, zo, en rond het terras. Ja, Patrick, het droogteplan in Fluvius, samen met Fluvius gaan we in september beginnen met het hemelwaterplan. En er is er inderdaad veel info en documentatie over. We zitten nu ook morgen hebben we ook een voorstel van bemaling op het college, van wat dan we met dat water doen. En anderzijds, uw verbazing van N36, dat gaat over de persleiding van Agristo, dacht ik. Dat is veel kubiek, maar ze mogen dat niet in de grachten brengen, omdat dat water eigenlijk moet verdund worden in de leien. Dus rechtstreeks gebruiken is volgens mij niet mogelijk, dacht ik, want de chemische samenstelling van dat water is niet oké. En ook al buffert je dat, zou dat niet oké zijn. Dat is een beetje het probleem met dat water die daar vandaan komt. En je weet dat ik daar inderdaad mee bezig ben, maar ook de watergroep zit bij die bespreking, de verschillende actoren, de stakeholders zitten bij die bespreking. En in dit geval, dat dus effectief dat dat moet verdund worden. Maar ik dacht dat het over de zelte ging, dat dat water te zelt was om te gaan gebruiken. Dus ja, die persleiding is inderdaad iets dat er aangelegd wordt en dat er veel kubiek zal doorstromen, maar om actief te gaan gebruiken, op zich niet oké. Okay. Ja, ik was ook, op de hoogte dat van bepaalde boeren ook, dat inderdaad dat een bepaald water, die nu ook in de beken geloosd wordt, maar dat het door hen niet mag gebruikt worden. Maar ja, als men, zoals men bij Agristo voor iets doet in Wielsbeken, als men daar het water kan ophopen om daar eigenlijk dat water effectief aan te gebruiken in hun productieproces. Ik geef hier nu ook duidelijk de verwijzing naar Ardo, die een aardig bedrijf is. Ja. Als dat water daar kan gebruikt worden, dan wordt er daar misschien iets mee gedaan, of loggestuiverd, of iets toegevoegd, zodanig dat het bruikbaar is. Ik vind het echt een zonde. En zeker op dit traject, waar dat er nog verschillende bedrijven zijn die het effectief zouden nuttig kunnen gebruiken, dat het hier zomaar rechtstreeks in de leien geloosd wordt. Patrick, ik wil daar rest nog een keer de vergelijking met Ardo, wat er in Agristo gebeurt. Hè. Maar maak even, voorzitter, hoe gaan we het doen? Gaan we bij ieder punt waar ik iets over zeg, gaan we terug repliek of gaan we wachten tot dat afgedaan is? Want op die manier vind ik het zo wel gemakkelijk. Hoe lang je moet achteraf repliceren, maar man moet eerst de schepen de kans geven om inderdaad zijn vragen te beantwoorden. Okay. Ik vind het niet erg, maar het is zo, anders komt er telkens wat. Terrassen, ik wil niet mee met die bordjes. Ik hoop dat we iemand van mijn collega's... want ik heb de vraag ook niet duidelijk gehoord van jou, Patrick. Maar misschien had dat toch van straks... Nee, de terrassen waren van Wout Patijn. Ah,
Ik is niet tweede kort zat hier met een hapering. En Lise Maria Wout, ja, ter de betalers wil ik toch wel wijzen dat we dat in het meerjarenplan stond. Ik heb er ook van jullie nooit geen vraag over gekregen wat er ermee gebeurde, maar dat inderdaad dat als insteek gezet, die 10%. En ik moet zeggen dat ik ook blij ben dat we daar kunnen aanpassingen doen in ons budget om daar middelen te laten naartoe gaan. En dat was een opportuniteit die zich voordat dat we ook gegrepen hebben. Ik denk dat we dat ook mogen trots hebben als bestuur, dat we dat kunnen zo houden in, want dat geld moet van ergens komen. En we hebben het ook wel op die manier gevonden. En wat dat Facebook betreft, er stond daar geen onwaarheid in. Ik denk dat er veel meer berichten in op Facebook bestaan die veel meer dingen inhouden, of onwaarheden inhouden dan dit. Maar ja, ik begrijp dat dat natuurlijk wel, dat voor jullie wel, dat je dat op die manier benadert. Ik denk dat dat zo wel was, voorzitter. Voor jou was dat inderdaad ongeveer alles. Dan ga ik door naar André van Assen rond de steunmaatregelen. Sepp-Dominique Wendels had er al voor ons een stuk antwoord bezorgd, dus die algemeen directeur zal die ook al hebben. Maar ik wil graag dat je hier het woord krijgt voor Hans de gemeenteraad, alstublieft. Ja, de vraag van André, met de budgetten voorzien voor de wielerwedstrijden die niet konden doorgaan. Verleden week hebben we pas in het college beslist om op volgende manier tegemoet te komen. En dat gaat vooral over alle verenigingen. Een vereniging waarvoor de activiteit niet kan doorgaan, krijgt 50% van de voorziene subsidiering. Een vereniging waarvan blijkt dat er al voorbereidingen getroffen werden om hun activiteit te laten doorgaan, krijgen dus minstens 50% en een ratio van de uitgedane bestedingen of kosten of werkingsmiddelen tot 100% kunnen ze terugbetaling krijgen van een subsidie. Verenigingen die hun activiteit reeds lieten doorgaan, krijgen natuurlijk een volle 100% uitbetaald. En dat zal ook zo zijn voor alle organisatoren van de wielerwedstrijden. Dan heb ik ook de vraag van de kermissen. Ja, dat is ook veranderd. Ja, er is het een en het ander die toch vaststaat. Tot eind juli kan er gewoon geen kermis doorgaan. En als alternatief gaan we dan ook de zomermaanden zelf proberen op te vullen met onze projecten. Het is hier goed. En ik zomer West-Vlaams. Een Hans programma zijn we momenteel volledig aan het uitwerken. En dit door onze diensten, evenementen en toerisme. En in nauwe samenwerking met zowel de jeugd, sport, cultuur, economie en ook de provincie. Want de havers zullen ook een stuk deel uitmaken van dat programma. De bedoeling is om bijna dagelijks iets te gaan organiseren. Voor augustus en september bestaat de vrees dat het ook dan moeilijk zal zijn iets te gaan organiseren. Waar er heel veel volk op afkomt. En dit blijkt ook al uit het eerste klapmodel. We hebben een klapmodel gekregen van de Vlaamse regering. Event Risk Model noemt dat, voor in het Nederlands te blijven. We hebben dat mogen inkijken en ik vrees dat het ook heel moeilijk zal zijn om iets te organiseren waar dat er toch veel volk op afkomt. Maar ondertussen zijn we al met stedelijk feestcomité en alle betrokken actoren die traditioneel meewerken aan de organisatie van het kermisweekend, zijn we aan het bekijken om een safe versie. Ik alludeer daar bijvoorbeeld naar hetgeen dat we in Kortrijk met de Sinksefeesten gedaan hebben. We gaan daar geen kopie van maken, maar dat was al een goed voorbeeld hoe je toch iets kunt organiseren en waar we toch een en ander zouden willen te beleven laten vallen. En wat de andere kermisorganisaties betreft, André, zij beslissen natuurlijk autonoom wat ze zelf willen doen of doen. Dit natuurlijk in navolging van de dan geldende veiligheidsmaatregelen. Ik moet wel zeggen dat er al enkele organisaties hebben laten weten dat ze dit jaar niet zullen organiseren. En ik kan er een paar van opnoemen. Dat is de Zandberg Kermis,
Olvoetskapelle en ook Bavikoven zal niets organiseren. Maar al deze mensen hebben mij toch beloofd er volgend jaar opnieuw te zijn, er een ferme lap op te geven. En als schepen van evenementen en feestelijkheden kan ik dat uiteraard alleen maar toejuichen. En dan had ik ook nog een vraag, voorzitter, van Lise Marie, dacht ik. Ja, Lise Marie. Het ging over de 276.000 euro die de Vlaamse regering... Jeugd, sport en cultuur. Ja, vrijgemaakt heeft voor de verenigingen. Wel, Lise Marie, ik kan u zeggen, we hebben al samengezeten met de werkgroep. We hebben dat ook opgericht. Waarbij alle betrokken actoren en beleidsverantwoordelijken bij elkaar gaan zitten zijn. En dit gaat vooral over sport, cultuur en jeugd. En in een eerste overleg werd al gauw duidelijk dat je de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk moet en wil inzetten. En dit ten voordele van alle verenigingen. Om zomaar geen geld uit te delen, zal er eerst een vraagstelling verstuurd worden naar al deze betrokken verenigingen, waarbij wij graag willen weten wat hun